Commissieleden, van harte welkom. Met name meneer Richard Smits, die voor de eerste keer deelneemt aan een commissievergadering. Mensen op de tribune, welkom. Mensen thuis, ook allemaal welkom. En het is verheugend te constateren dat er een voltallig college bij de commissievergadering achter de tafel zit. Waarvoor de complimenten. Dat was de opening. We gaan over naar de inventarisatie van de insprekers. Zijn er nog insprekers voor de begroting? Niemand. Dan hebben we met betrekking tot Vechthoeven Zuid een viertal insprekers. En ik zal ze even noemen. Meneer Oosterhaaf, meneer Steen, de heer Broersen en de heer Van der Boon. Moet daar nog iemand aan toegevoegd? Nee. Dan gaan we over naar vaststelling van de agenda. En eventueel inventarisatie van de rondvraag. Kan de agenda zo gelopen worden zoals die is voorgesteld? Ja. Inventarisatie voor de rondvraag. Mevrouw Schunselaar. Voorzitter Glasvezel. Het weekbericht dat vanmiddag is verspreid naar aanleiding van het collegeoverleg. Het weekbericht waarin het college... Het verslag van het college dat deze week vergaderd heeft en dat gaat via de mail in de wandelgang rond als de weekberichten. Ja, en daar gaat mijn vraag over. De collegebesluit. Ja. De heer Moerman. Mogelijke uitbreiding van het stroomverdeelstation de Kiwistraat in Ommen. Daar heb ik u het volgende op te melden, meneer Moerman. Bij het vragenhalf uurtje wordt er een vraag over gesteld. En ik stel u voor dat wanneer uw vragen daarbij ontbreken om aan te sluiten bij het vragenhalf uurtje. Kan dat uw instemming wegdragen? Ja, dat kan. Waarvoor dank. Dan gaan we nu over tot de inspraak Vechthoeven Zuid. En ik zou meneer Oostra willen verzoeken om hiervoor plaats te nemen. Oh ja, u mag staan. En het is niet onvriendelijk bedoeld, maar u hebt maximaal 5 minuten. Helaas vertraagd is, die moest uit Zuid-Nederland vandaan komen en die had wat files. Anders dan had hij mogelijk het woord gevoerd, maar dat zal ik nu doen. Wij hebben een uitgebreide zienswijze ingediend tegen onderhavig bestemmingsplan. En het voorstel wat er nu ligt, daar wat verzocht de raad goedkeuring aan te geven, daar zijn wij absoluut op tegen. Uw raad wordt verzocht een plan logisch rammelend en uitgekleed oorspronkelijk plan daaraan zijn goedkeuring te verlenen. Verzoek is dat niet te doen. En de reden daarvoor zijn onder andere in ieder geval de volgende. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar overeenstemming met alle stakeholders op het nieuwe eiland. Er is wel gesproken in de stukken dat er met alle stakeholders vooroverleg is gepleegd, maar dat is niet het geval. Zeker niet ten aanzien van dit bestemmingsplan. Er wordt geen optimale of maximale waterberging gerealiseerd met het voorgenomen plan, wat wel het initiële plan was. Er wordt namelijk een lage grond, die geomorfologisch zeg maar laag is gebleven, en die wordt met 2 meter opgehoogd, terwijl ook hoge grond van mijn cliënt, beschikbaar daarvoor is. De meest geschikte gronden voor de campingcompensatie zijn buiten de planologische belangenafweging gehouden. U kunt op de plankaart zien dat maar een deel van het nieuw te vormen eiland wordt meegenomen in het bestemmingsplan. Terwijl als je tot een goede ruimtelijke ordening wenst te komen, je naar een logische afbakening, begrenzing moet komen. Dat is hier niet gedaan en dat is naar ons vermoeden met redenen gedaan om juist ook de belangen van mijn cliënt daarin niet mee te nemen. Andere gronden die nog mede ten dienste moeten komen van de camping worden ook niet meegenomen. Dat is bijvoorbeeld een voortvloeisel uit de zienswijze van de Koekse Belt, die graag nog verderop op het eiland een sportterrein wenst te realiseren. En onder noemer van dat is nog onvoldoende duidelijk, wordt die niet meegenomen. Maar het is wel van wezenlijk belang, want je moet tot een goede belangenafweging komen. Uw raad is daarmee onvolledig geïnformeerd en wordt de speelbal van een spelletje tussen de camping de Koekse Belt en het waterschap.
Amtelijk acht men dit plan planologisch niet het meest gunstige. Het geld van het waterschap regeert het plan. De ontsluiting van cliëntleasing ga woonachtig op de Zwolseweg 14b is op geen enkele wijze in beeld gebracht nog gegarandeerd. Na de hoefijzer van, dat is de wegvorm zeg maar, van de nieuwe steenoever en een stippellijn eindigt de bedachte, juridische onjuiste, ontsluiting in een gat van 2,5 meter. Mijn cliënt kan gewoon niet meer bij zijn woning komen. Uw raad gaat er toch niet mee instemmen dat het eigendom van Leasinga verwordt tot een soort helikoptereiland. Leasinga wenste, nu het eiland er leek, te komen ook meeliften in de voordelen in het geval hij niet werd uitgekocht. Hij had al eerder dan het waterschap een plan, dat middels een principeverzoek is voorgelegd aan de gemeente. Helaas heeft besluitingvorming daarop ongemotiveerd 10 maanden op zich laten wachten en is ook niet meegenomen in een onderhavig bestemmingsplan. Het overleg met het waterschap is mislukt. CQ Leasinga wordt genegeerd. En dat ligt in hoofdoorzaak bij het waterschap. Er is met name verschil in benadering van de waarde van de woning van cliënt. En ik geef daar een kort voorbeeld van, zonder dat te direct op willen ingaan. Maar de cliënt heeft 2,1 hectare met een huis, camping en landbouwgrond. En dat heeft, daar is totaal €600.000 voor geboden. Terwijl de worstwaarde van alleen de woning met 3000 vierkante meter al €566 is. U kunt nagaan dat een en ander niet correct is. Wij hebben verzocht een onafhankelijke derde in deze te aanwijzen te wijzen en niet te laten beoordelen welke waarden aan cliënt zijn eigendommen moeten worden toegekend. Het waterschap weigert daar aan die handreikingen echter tegemoet te komen. En tracht deze eenzijdige deal met Koeksebelt erdoor te drukken, waarbij derden worden weggedrukt. Leasinga wordt zodoende opgesloten door de camping. De financiële onderbouwing van het plan rammelt. En uiteraard wordt dat niet inzichtelijk gemaakt. U heeft dat kunnen lezen in de bestemmingsplangegevens. Waar in 2012 nog de stekker uit dit plan is gehaald, omdat het financieel niet uitvoerbaar werd geacht, wordt thans geen inzage gegeven. Niet inzichtelijk is gemaakt welke reservering er bijvoorbeeld is gemaakt voor herstel van de ontsluiting van de heer Leasinga zijn woning. Nog hoe eventueel een derde brug ter ontsluiting van cliënt zijn woning kan worden gerealiseerd. Het mooie voorgeschotelde plan uit 2010, dat alle burgers van Ommen moeten gaan kunnen genieten van de nieuwe fraaie meander van de Vecht, is thans een farce. Slechts één ondernemer en het waterschap profiteren van deze planologische wanprestatie. Wij verzoeken uw raad zeer kritisch te zijn en burgemeesters en wethouders te bewerkstelligen dat het voorstelling ter vaststelling terug wordt genomen, om op die wijze druk te zetten op de dagelijkse besturen, om met alle stakeholders op het nieuwe eiland tot overeenstemming te komen. Ik dank u voor uw aandacht. U mag nog even blijven staan, want het zou kunnen zijn dat er commissieleden zijn die een vraag voor u hebben. Uiteraard. Wie heeft er een vraag voor? De heer Nijhuis. Ja, wat is nou eigenlijk het hele grote probleem? De procedure is niet goed verlopen, zegt u. U zegt over de Koeksebelt en het waterschap hebben een deal met elkaar. Maar voor uw cliënt, is het puur dat hij niet bij zijn woning kan komen? Of is dat helemaal niet georganiseerd? En is dat eigenlijk de hoofdmoot van het bezwaar? Hoofdmoot bezwaar is inderdaad dat zijn belangen niet zijn meegewogen. Ook hij heeft plannen, zeg maar. Hij heeft twee zaken, zeg maar. Als hij niet wordt uitgekocht, omdat zijn grond planologisch het meest geschikt is om de camping te compenseren, dan wenst hij mee te profiteren. En dat heeft hij ook al in een vroegtijdig stadium aangegeven. En met die verzoeken, met die belangen, wordt geen rekening gehouden. En daarbij wordt dus ook nog de ontsluiting naar de Zwolseweg van hem ontnomen. En daar wordt op geen allerlei wijze wat daar in voorzien in dit plan. Mevrouw Schutselaar. Dank u, voorzitter. Twee vragen eigenlijk. Ik hoorde in het begin dat u zei van, en misschien heb ik het fout, van cliënt is niet betrokken geweest bij de plannen. Klopt dat? En mijn tweede vraag is, en dat mijn collega Gerrie-Nant Nijhuis dat ook al zei, van, uw cliënt kan niet meer bij zijn huis komen. En als ik het, maar misschien zie ik dat dan fout, er is toch een nieuwe ontsluitingsweg gemaakt, of zie ik dat dan fout? Dan moet ik even, de eerste vraag ben ik alweer kwijt. Mag ik u nog even? Of cliënt betrokken is geweest bij de onderhandelingen, juist, bij de besprekingen, laat ik het zo zeggen. Wij zijn vanaf 2011, zeg maar, in gesprek geweest met het waterschap en dan met name eigenlijk op een gegeven moment over uitkoop van een cliënt. Dus dat is besproken. Ten aanzien van het onderhavig bestemmingsplan, het plan zeg maar zoals het er nu voor ligt, wat voortvloeisel is van een plan van de Koeksebelt, daarin zijn we in de voorbereiding niet betrokken geweest.
Dus dat is een plan wat voortvloeit uit een gedachtegang van de Koekse Belt. En dat heeft het waterschap opgepakt omdat dat voor haar de enige mogelijke manier is om die nevengul te realiseren. De tweede, die ontsluiting, dat is daar lijkt inderdaad in een nieuwe ontsluiting te zijn voorzien. Hè. Er staat een stippellijn ergens op de plankaart, maar daarin wordt verder niet uitgewerkt. Gisteren hebben we een brief van Damstee gekregen, advocaat hier uit de buurt, namens het waterschap. En daar wordt ook alleen maar geregeld dat er dienstbaarheid wordt verplaatst. Maar het probleem is dat de nieuwe ontsluiting aan de westzijde van cliënt zijn erf binnen moet komen. En op dat moment komt hij van de hoge grond af en komt hij in de oude vechtarm te landen. En dat verschilt 2,5 meter. De cliënt heeft nu een goede ontsluiting, hè, en die is ook helemaal zo ingericht, zeg maar, aan de zuidzijde, aan de Zwolse wegzijde. En daar is een elektrisch bestuurbaar hek en dat soort zaken allemaal aanwezig. Ook de situering van zijn tuin staat op het westzijde. En ja, dat zal allemaal aangepast moeten worden, maar nergens wordt daarin voorzien of wordt dat in detail, zeg maar, uitgewerkt. Dus zoals het er nu voor staat, kan cliënt tot aan zijn erf komen en dan houdt het op. En dat is geen ontsluiting, want dan is cliënt gewoon niet op zijn erf. Mevrouw Schunselaar was in beeld als woordvoerder van de Partij van de Arbeid, maar ze is woordvoerder van de VVD. Dus als u dat wilt voorkomen, dan zou u even op moeten schuiven. Het woord is aan de heer Remmers. En als het goed is van de VO, van de LPO. Ja. Dank u wel, voorzitter. Op zich een paar vragen nog. Misschien de meest belangrijke. Op zich is de situatie van uw cliënt mij redelijk duidelijk. Alleen gaat het er dan om van... is het dan zo dat uw cliënt principieel tegen het hele plan is? Of zegt u van nee, de plannen aan zich zouden wij mee kunnen leven als de problemen zoals uw cliënt nu ervaart, als die opgelost zouden worden? Het tweede punt is, en misschien is het uw woordkeuze waar ik dan over struikel, maar u zegt zo mooi van ja, als het dan toch gebeurt, wil mijn cliënt mee profiteren. En ik denk van, praten we hier over compenseren of praten we hier over profiteren? Ja, dat woord profiteren had ik vandaag niet mogen gebruiken, daar heeft mijn cliënt mij over gecorrigeerd. Hij wil meeliften, zo heeft hij het genoemd. Cliënt heeft zelf ook van oudsher een camping al daar gehad, hè. Ora et Labora was het volgens mij, of Lutar en Emergo, ik ben even in de war met welke dat het van de twee is. Volgens mij de laatste. Ja, nou, dat wou ik zeggen. Dat past wel. Maar hij wil daar dus zelf ook recreatie gaan uitoefenen, zeg maar. En dus, in dat belang is dus niet meegewonen. De cliënt heeft geen principiële bezwaren aan zich tegen het plan. Hij is erg voorstander, zeg maar, van die meander. Dat is voor Ommen, vindt hij ook een versterking en een verfraaiing. Alleen ja, zoals gezegd, wij hebben eigenlijk vanaf het begin af aan al gezegd, ja, hoezo maar twee bruggen ter ontsluiting van het hele eiland? Mijn cliënt heeft gewoon een goede ontsluiting rechtstreeks naar de Zwolseweg. Wel via een erfdienstbereid en niet via eigen grond, maar dat doet niet de zaak. Hè. Dat is gewoon heersend en dienenwerf. Ja, daar wordt het voor hem toch een stuk slechter van. En al helemaal omdat het plan dus niet in die totaliteit voorziet. Nou ja, zijn belangen zijn dus niet meegewogen. Mag ik daar nog één vraag aanvullend op stellen? Ik ben nog soepel, ja. Het is nog vroeg. Want wat me dan even verbaast is, want enerzijds is er dus blijkbaar gesproken over uitkoop. En die waren dus, nou ja, die lagen dus blijkbaar dus aan verder elkaar. En anderzijds zegt u nu van, ja, maar mijn cliënt is eigenlijk van plan om ook recreatief daar iets te gaan ondernemen. En dan denk ik van, ja, het is wel of het een of het ander, ga ik vanuit. Nee, dus, maar nou ja, daar iets over vertellen? Juridisch zeggen we dan altijd, het is primair en subsidiair. Je gaat voor een bepaald doel. En in eerste instantie is dat gewoon geweest uitkoop. Maar als dat niet realiseerbaar is, dan wil je subsidiair graag meeliften met... En dan moeten ook de belangen van jou worden meegenomen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dit waren de vragen voor meneer Oostra. Nou, en meneer Liesinga komt net binnen. Dus dan, dat is wel jammer, want dan heeft hij alles gemist. Nou, de procedure is als volgt. Van, als straks de andere insprekers geweest zijn, dan gaan we met één tussenstapje naar het onderwerp. En als het onderwerp afgehandeld is in de commissie, dan... Heeft u of meneer Liesinga nog weer de gelegenheid om eventueel nog de commissie toe te spreken? Vind ik dat we die mogelijkheid aan meneer Liesinga moeten laten. Dank u wel. De heer K. Steen. Um,
spreek hier voor, namens mijn broer en mijzelf voor de familie Steen. We willen kort toelichten wat onze plannen zijn, hoe het proces verlopen is en wat de huidige voortgang is van de plannen die we hebben aan de Vecht op het perceel wat ligt tussen de Koekse Belt en Rederij Peters. Ons plan is het realiseren van campersplaatsen op het perceel van de Vecht. De ligging van ons perceel biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Het reizen met een camper is een nieuwe manier van recreëren en mag zich de snelst groeiende vorm van hedendaagse toerisme noemen, zowel in Nederland als in omringende landen. Steden en dorpen krijgen door het faciliteren van camperlocaties meer naamsbekendheid. Daarnaast krijgen historische en culturele en landschappelijke aspecten meer aandacht. Ook de middenstand, instellingen en horeca hebben een voordeel. Campers besteden in gastvrije gemeenten een aanzienlijk bedrag aan voeding, recreatie en goederen, een opsteker voor veel ondernemingen. Wij willen de inrichting op een wijze vormgeven, zodat recht wordt gedaan aan de unieke ligging van ons perceel. Een inrichting die in harmonie is met de omgeving en gericht op kwaliteit. Als we kijken tot nu toe hoe ons proces verlopen is. Over de plannen zijn wij iets meer dan een jaar geleden in gesprek gegaan met de gemeente en wethouder. Door de burgemeester en wethouder is destijds aangegeven dat zij bereid zijn mee te werken aan het realiseren van camperplaatsen, mits deze ontwikkeling goed is afgestemd op de andere plannen die spelen in de nabije omgeving. Dit houdt in afstemming met de Koekse Belt, perceel Solseweg 9 en het project Vechthoevers. Op basis hiervan is gesteld door de gemeente dat de ontwikkeling van het perceel Solseweg 9 en perceel Steen aan elkaar verbonden zijn en tevens in die verbintenis wordt meegenomen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan herinrichting Zuidelijke Vechthoevers. In de overleggen die hebben plaatsgevonden is vervolgens gezamenlijk overeengekomen dat het perceel aan de Solseweg 9 met een bestemming bedrijfswoning wordt omgezet naar een woonbestemming en de bestemming van het perceel van de familie Steen dusdanig wordt aangepast dat het realiseren van camperplaatsen mogelijk is. Dit is op dit moment opgenomen in het nieuwe voorgelegde bestemmingsplan. Als we kijken naar de voortgang en de status van vandaag, dan zijn we gekomen in de situatie dat inmiddels wij van Veld en Vecht een vergunning hebben ontvangen. En ook van de gemeente hebben wij een vergunning ontvangen voor de aanleg van een sanitation. Wij zijn van mening dat de voortgang in het gehele project herrichting Zuidelijke Vechthoevers, waar wij positief tegenover staan, van belang is. Om te voorkomen dat de voorgestelde wijzigingen op ons perceel oorzaak zouden kunnen worden tot vertraging in de uitvoering, zijn wij reeds akkoord gegaan recentelijk met het verkleinen van het bouwvlak van 400 vierkante meter naar 250 vierkante meter. Dit om reeds in een vroegtijdig stadium tegemoet te komen aan een ingediende zienswijze ten aanzien van ons perceel. Er is naar onze mening dan ook geen reden om anders om te gaan met de eerder vastgestelde verbintenissen en wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan die gebaseerd zijn op deze grond. Hier wil ik graag bij laten. Zijn er vragen voor meneer Steen? De heer Dunnewind. Dank u wel, meneer Steen. U gaf aan dat u met de bewoner van nummer 9, dus de Koekse Belt, zeg maar, de woning, en dat er afspraken waren gemaakt met uw locatie. Wat was er nou precies afgesproken? Wij zijn in het eerste stadium toegesteld is dat er voor de ontwikkeling van ons perceel is gezegd dat er directe verbindenis is met het perceel Solseweg nummer 9. Op het perceel Solseweg nummer 9 is de huidige bestemming is een bedrijfsbestemming. Daarvan is toegezegd dat als jullie recreatieve ontwikkeling willen doen op jullie huidige perceel, dat die twee percelen elkaar liggen in elkaars nabijheid en dat die elkaar raken. Daardoor, dat is gesteld door de burgemeester en de wethouder destijds. En op basis daarvan hebben wij het advies meegekregen om met de Koekse Belt of met de heer Van der Boon in contact te treden. We hebben dat destijds ook gedaan. We hebben denk ik 2 of 3 gesprekken met de heer Van der Boon daarover gehad. Waarin die gesprekken prima zijn verlopen en waar we uiteindelijk met elkaar zijn verbleven op dat moment, dat gesteld is dat op het moment dat wij de recreatieve plekken zouden realiseren, dat hij daar misschien niet blij mee is aangezien hij ook dezelfde activiteiten heeft, maar daar niet al te groot bezwaar voor tegen maken. Vervolgens zijn die gesprekken voortgang gekregen ook met de ambtenaren van de gemeente. En is ook in gesprek met Van der Boon, heeft ook gesproken over de wensen die hij had ten aanzien van de bestemming die ligt
op het perceel van Zolsweg nummer 9 om dat om te zetten naar een woonbestemming in plaats van een bedrijfsbestemming. Wij hebben gezegd dat vinden wij prima. Als wij met elkaar tot een goede oplossing kunnen komen waarin het belang van beide partijen is gediend, is dat naar onze tevredenheid. En zoals ik net ook al aangaf, staan wij ook zeer positief tegenover een verdere ontwikkeling en herrichting van de totale Zuidoevers. Daarnaast is het uiteraard ook zo dat in die afwegingen die worden gemaakt, wij ons belang hebben waarin we al geruime tijd, en dat is al vanaf 2011, bezig zijn om ons grond verder te gaan ontwikkelen. En we vinden het leuk om daar enig ondernemerschap aan de dag te leggen om dat kwalitatief beter te gaan benutten. Duidelijk daarbij gesteld is dat wij zeer bewust zijn van de situatie, van de ligging van ons perceel. En dat wij ook een insteek hebben tot een kwalitatief goede inrichting die geen afbreuk doet aan de omgeving. En die ook niet noodzakelijkerwijs overlast wil genereren voor de verdere omgeving. Dus we staan daar open in en hebben ook op die wijze altijd het proces benaderd. Mag ik nog één aan toevoegen, voorzitter? Nou, de volgende keer graag, als er twee vragen zijn, gelijk twee vragen stellen. Ja, okay. En nog één vraag voor mij dan. Het bouwblok 400 vierkante meter teruggebracht naar 250 vierkante meter. Hoe is dat precies gegaan? Want is er in de eerste bespreking is daarover gesproken, überhaupt over een bouwblok? Of en hoe groot is daar überhaupt over gesproken, in eerste aanleg? Nou, als je kijkt naar het laatste jaar zijn we gezamenlijk opgetrokken met de gemeente om te komen tot een voorstel van de inrichtingsplannen die nu voor liggen. Dat is een overleg gegaan, net zoals ook het overleg geweest is met andere partijen die belang hebben bij de herinrichting van de zuidelijke Vechthoevers. Daarin is gesteld dat bij het wijzigen van ons perceel, die wijzigingen dusdanig zijn dat ons perceel, waar reeds een recreatieve bestemming op ligt, dat die bestemming wordt verzelfstandigd. En als je kijkt naar de verzelfstandiging van de recreatieve bestemming, is het voor ons natuurlijk van belang dat wij ook de mogelijkheid kunnen bieden voor eventuele gasten die we in de toekomst hebben, om daar faciliteiten neer te kunnen zetten. Daarbij betekent het niet, en dat is wat ik ook duidelijk aangeef, dat die faciliteiten die we willen genereren afbreuk moet doen aan het gezichtsveld en ook de kwaliteit die op dat gaat ons perceel geldt. Wij zijn bewust dat ons perceel dicht bij de stadskern ligt en dat dat goed moet worden ingericht. Het neemt daarbij niet weg dat je geen recreativiteit kan ontplooien zonder dat je daar de gelegenheid hebt ook enige vorm van faciliteit te bieden richting de gasten die je later op je perceel in een recreatief aanbod wil gaan doen. Mevrouw Schutselaar van de VVD. Dank u voorzitter. U praat enerzijds over camperplaatsen. Mijn vraag is, over hoeveel camperplaatsen praat u dan? U praat dan verder over gassen in de toekomst. Is dat dan de onderbouwing dat er dus nu ook staat sanitaire voorzieningen, opslag en receptie? Want nu ken ik toevallig heel veel van het camper, ik weet daar heel veel vanaf. En als je dus een camperplaats wilt inrichten, dan kun je volstaan met een sanistation. En je kunt eigenlijk alles automatisch doen. Het enige wat je zou kunnen doen is nog een toilet realiseren en een douche. En daarbij, dat is het dan. Ik wil graag meer duidelijkheid hebben hoeveel camperplaatsen praat u. En u heeft zelf aangegeven voor de toekomst. Is dat dan de reden dat er sanievoorzieningen moeten komen of opslag en receptie? Dank u wel. Nou, als je kijkt inderdaad, is dat het voor ons van belang is als je kijkt dat de bestemming waar een recreatieve bestemming op ligt. De eerste vraag is, het gaat om, de aanvraag is gedaan voor 17 camperplaatsen. Dat staat in de aanvraag van de vergunning. Maar er ligt een recreatieve bestemming op. En die recreatieve bestemming, wat je in de toekomst nog verder gaat ontwikkelen naast camperplekken, onze eerste insteek is om te starten met de camperplaatsen. Want dat is ook iets wat we voor ogen hebben. En moet je ook kijken naar de investeringen die je moet doen om het geheel te gaan realiseren. Maar uiteindelijk praat je over een recreatieve bestemming die op dat perceel ligt. Dus je kunt dan binnen de mogelijkheden die de recreatieve bestemming biedt, zou je in de toekomst misschien nog andere soorten van recreatieve dienstverlening kunnen aanbieden. Daar hebben we op dit moment geen plannen voor, maar daarvoor is het wel zo dat we gezegd hebben, wij kijken wel naar de toekomst. En als dan op dit moment het bestemmingsplan wordt gewijzigd in samenspraak met een wijziging van het bestemmingsplan van de aangrenzende panelen, dan vinden wij het ook rechtvaardig. Dat het ook gekeken wordt dat als je praat over verzelfstandiging, dat je het in de toekomst ook kunt verzelfstandigen door er uiteindelijk dat misschien langzaam uit te bouwen en door andere vormen van dienstverlening nog te gaan toevoegen. En de ontwikkeling die je ook ziet in de huidige toeristische ontwikkelingen zijn dat mensen steeds meer geïnteresseerd zijn in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen waar men toch prettig, gemakkelijk en toch met meer comfort
wil genieten van hun vakantie. En het zou het best kunnen zijn, en daar hebben we het al over gehad, dat je toch de mogelijkheid moet hebben ook misschien om privé sanitair aan te bieden. Ik ben zelf een kamperer, kom op heel veel campings. En vaak is het toch voor veel mensen een probleem als men sanitair en zulke soort zaken moet delen. Dus ook daar kijken we met de activiteiten die wij willen ontplooien naar de toekomst, dat wij de gelegenheid moeten hebben om ook die mensen die faciliteiten aan te kunnen bieden. En ook met mogelijke nieuwe ontwikkelingen die in dit marktsegment zich voor gaan doen in de toekomst, dat op een goede manier te kunnen invullen. Als wij dan nu gaan zeggen van, er is helemaal geen bouwblok en daar kan niks, dan betekent eigenlijk dat het woord voor zelfstandigen al meteen vanuit ondernemerschapsperspectief eigenlijk al bijna klem wordt gezet. En dan denk ik dat als je kijkt naar wat onder een recreatieve bestemming valt, dat wij ook de mogelijkheid geboden moeten krijgen om dat in de toekomst op een goede manier weliswaar verder te kunnen inrichten. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Een aantal dingen zijn gelukkig al beantwoord, dat maakt het wat makkelijker. Ik was nog wel even benieuwd van, u zegt van in eerste instantie op advies van burgemeester en wethouder zijn we toen in overleg getreden om met over die woning. Dus ik was wel benieuwd wanneer dat dan geweest is. Daarnaast nog even over de vierkante meters. U geeft aan van goh, 200, 400, tenminste als wij de stukken volgen is het van 200 naar 400 naar 250 gegaan. Dan was ik inderdaad wel benieuwd van goh, wat heeft u dan laten schieten om naar die 250? Want misschien had u die 400 wel nodig. Daaraan gekoppeld van, wat gaat u dan in eerste instantie realiseren? Want u geeft nu duidelijk aan van, goh, die 250 is eigenlijk op de toekomstplannen. Wat kunnen we dan verwachten bij die 17 camperplaatsen, SEC, zonder de eventuele plannen naar de toekomst toe? Is dat alleen dat Sani-station of komt er dan toch al meer dan alleen dat Sani-station? En tot slot, in de procedure, en dat verwijt ik u niet, maar is er gekozen voor een GOP-procedure... En u heeft heel veel overleg gehad, alleen het enige waar ik u niet over gehoord heb is overleg met de omwonenden. En in een GOP-procedure is een van de criteria is dat er draagvlak is voor uw plannen. En we krijgen straks nog meer insprekers en daar zal uit blijken dat in ieder geval niet iedereen enthousiast is, om het maar even zo uit te drukken. Dus ik was even benieuwd welke activiteiten op dat vlak zijn ondernomen. Tot zover. Nou, uw eerste vraag te beantwoorden is dat we zijn inderdaad van de eerste insteek is van ons om het realiseren van camperplaatsen. Daarnaast, wat ik net al aangaf, is dat we wel naar de toekomst kijken. Ik denk dat als je goed ondernemerschap hebt, dat je naar de toekomst kijkt en niet alleen naar de dag van morgen. Vandaar dat we ook vinden dat het rechtvaardig is en goed is om te kijken naar in een verzelfstandiging naar de mogelijkheid tot een bouwblok. Wij zijn dat initieel niet van plan. Wij willen starten met de camperplaatsen en met het Sani-station, dat hebben we ook aangevraagd. En dat willen we in instantie gaan inrichten. En van daaruit verder kijken wat wij op een goede manier verder zouden kunnen doen met de mogelijkheden die we op dat deel van ons perceel hebben. Als we praten om te bewegen richting de omwonenden, dan is dat zeker wat wij gedaan hebben. Wat we gedaan hebben ook is al in de start van 2011 hebben wij alle bewoners uitgenodigd in een meeting bij Hotel De Zon, waarin wij de initiële plannen hadden voor de inrichting van ons perceel. Als je het initiatief neemt kun je altijd discussiëren als er wat gaat veranderen, of dat goed is of dat niet goed is en hoe daar tegenaan wordt gekeken. Dat zal duidelijk zijn en daar heeft iedereen het recht om daar gewoon zijn mening over te geven. Achteraf, we hebben dus vanuit het GOP-principe zeer zeker geacteerd en hebben ook daar iedereen voor uitgenodigd om daar met elkaar over na te gaan denken wat eventueel de mogelijkheden zou zijn, wat wel draagvlak zou kunnen hebben van de mensen die in de omgeving daar wonend zijn. Als ik terugkijk op het proces wat er destijds plaatsgevonden heeft, hebben wij getracht dat op een goede, professionele manier te doen, aangezien het voor ons ook nieuw is. Wij zijn nieuw in het ondernemerschap in de zin van de recreatieve wat we willen opstarten. De grond is van ons en zit al sinds jaar en dag bij ons in de familie. Wij vinden het leuk om met die grond wat te doen. En het gaat ons met name om enthousiasme en iets wat we zelf gaan ontplooien. Dat is het moment dat je ergens mee begint. Destijds hebben we dus ook gezegd van laten we dat op een goede manier doen en niet alleen maar van ons eigen perspectief. En destijds hebben we daar een architectenbureau bij betrokken. Als ik achteraf terugkijk op dat proces, kan ik constateren, als ik dan kritisch ben naar de manier waarop we het aangevlogen hebben, kan ik me voorstellen dat dat impact gehad heeft op de mensen die daar aanwezig zijn geweest. Ik kan me ook voorstellen, en heb daar begrip voor, dat daar niet positief op wordt gereageerd en dat men geschrokken is van het feit dat de familie Steen wil groot gaan bouwen aan de Vechthoevers. Ik kan met alle eerlijkheid zeggen, en dat heb ik destijds ook gezegd, dat dat nooit onze intentie is geweest en ook niet de insteek. De insteek van die avond is geweest open communicatie, elkaar benaderen en met elkaar bespreken wat eventueel wel op draagvlak zou kunnen komen. Echter is het zo geweest dat de architect plaatjes heeft laten zien
die dusdanig kolossaal overkomen. En als ik daar naar de tijd op terugkijk en ik zie dat zelf en ik sta er wat, neem wat meer afstand daarvan, heb ik begrip voor dat de mensen daar ook op die manier op gereageerd hebben. Alleen uiteindelijk is daar zoveel weerstand tegen gekomen, is men daar zo fel op ingegaan, dat het voor ons ook heel lastig was om weer met elkaar in gesprek te gaan. We hebben dat ook weer aangeboden, maar echter is destijds gezegd van de architect of is over ons heen gewalst en er wordt totaal niet naar ons geluisterd. Ook in de vergadering op die avond heb ik dat meerdere keren aangegeven, dat we openstaan voor gesprek en voor discussie. En we hadden absoluut nog geen vastgesteld plan van wat we wilden. Wat we wel gezegd hebben, dat het ons wel een toevoeging voor Ommen leek om op ons op perceel mogelijk een aantal recreatieve woningen te plaatsen. Maar niet 82 meter lang en 6 hoog en 6 breed, zodat het hele kwaliteitsbeeld niet goed wordt neergezet. Net zo goed als wij nu praten over de inrichting van onze camperplaatsen, is het zo dat wij uitgaan van kwaliteit. We wonen sinds jaar en dag in Ommen, we zijn hier geboren en getogen. En we vinden ook dat als je wat doet, dat je dat kwalitatief goed moet inrichten. Het is ons niet bedoeld om SEC alleen maar op financieel gewin. Het is ons omdat wij het leuk vinden, de plezier aan ontlenen om ons perceel, wat wij uiteindelijk geërfd hebben van onze opa en nu weer van onze ouders, kunnen verder ontwikkelen op een manier waar wij ook onszelf verder kunnen ontwikkelen door te beginnen aan een stukje ondernemerschap. We hebben allebei een goede baan, dus dat is niet het issue waar wij mee te maken hebben. Dus het is niet zo dat het allemaal groot en kolossaal moet zijn. Wij vinden het wel leuk dat de mogelijkheden die er zijn, dat we die op een goede manier invulling willen geven. En daarnaast, wat ik in het begin van het gesprek aangegeven heb, hebben we ook denk ik een keer of 3, 4 gesprekken gehad met de heer Van der Boon. Ook over onze inrichting en ook wat hij ervan vindt. En ook daarvan snap ik dat hij voor de deel zal aangeven dat dat misschien niet gewenst is, omdat hij zelf natuurlijk ook, het is een aangrenzende activiteit op zijn perceel. Dat snap ik ook. Maar als je clean kijkt, dat dat bedoeld is voor caravans en meer dan tenten voor het overgrote gedeelte, is er in Ommen nog geen faciliteit voor camperplaatsen die op zo'n plek goed ingericht zou kunnen worden. Dan mag u plaatsnemen. Ja, dank u wel. Dit is meneer Broersen. Welkom achter de microfoon. Goedenavond allemaal. Het is meneer Broersen. Dank voor de mogelijkheid om in te spreken. Ik ben een van de omwonenden waar we dus net over gehad hebben, dus er is al veel over gesproken. Het is een mooi plan. Het gaat om de Koekse Geul, een verrijking voor de gemeente Ommen. Uitgangspunt was ooit ruimte voor de vecht. Het perceel waar we het over hebben, waar wij dus bezwaar tegen maken, dat betreft het perceel van de heer Steen. Dat is het winterbed van de vecht. Oorspronkelijk was de recreatieve bestemming gekomen doordat de Twieg uitbreidingsmogelijkheden zou krijgen. In de tijd was dat handig, omdat dan geen sanitair gebouw hoefde gebouwd te worden in het mooie winterbed. Daarnaast vinden wij dat het weiland aan zich niets verder van doen heeft met de Koekse Geul. Dus ons doel of ons advies zou zijn om het weiland buiten het plan te houden, om wel voortgang te krijgen op het mooie plan, omdat het volgens mij al een tijd bezig is om het gerealiseerd te krijgen. De bestaande rechten respecteren wij, dus de camperplekken, de 17 stuks met zaningstopstation, daar hebben wij al aan zich geen hele grote bezwaren tegen. Dat zijn gewoon bestaande rechten die erop zitten. Echter maken wij bezwaren tegen het bouwblok wat er nu bij opkomt. Dat was denk ik mijn verhaal. Ik denk dat ik binnen de 5 minuten ben gebleven. Dus, waarvoor dank. Zijn er vragen voor meneer Broersen? Heer Remmers. Eén kleine. Recht op de man af. Wat is uw grote angst? Van waar? Dat u zegt van ontkoppel het en wij hebben problemen met het bouwblok. Nou ja, het bouwblok is 6 meter hoog en 250 vierkante meter. Ja, dat kan best groot worden. En het is daar een behoorlijke zichtplek vanuit het centrum van Ommen richting het Laar. En dat zou het zichtbeeld permanent beïnvloeden. Dat is mijn angst. Meneer Van der Boon. 5 minuten graag, meneer Van der Boon. Voorzitter, ik denk dat ik het nog korter kan houden dan mijn voorganger. Dat is wel aardig, want er is al heel veel gezegd en ik onderschrijf een zeer belangrijk deel van zijn mening. Het hele project Vechthoevers is ooit ontstaan doordat er te weinig water in Ommen onder de brug doorkomt. 98 waren we daar heel veel van ons getuigen van. Ik heb een flink aantal keren moeten roeien naar de woning. En daar is een plan van gekomen destijds.
En om meer water onder die brug door te krijgen, het zou breder worden bij de brug, de oever zou vergraven worden. En een van de onderdelen om meer water door die rivier te krijgen, dat is dat er op de noordoever staat een boerderij, de vroegere pottenbakkerij zoals dat genoemd wordt, en op de zuidoever zitten wij. En als je daar omheen gaat met een geultje, dan kan er veel meer water door de Vecht. Het is allemaal uitgerekend door mensen die er heel veel verstand van hebben. En dat zou de oplossing zijn. En ik denk ook dat dat de oplossing is. Ik denk dat het project voortgang moet krijgen. Want stel je voor dat we kregen vroeger gemiddeld eens in de 15 jaar hoog water. We hebben nu 17 jaar geen water gehad. Dat ik moest roeien naar huis. Dus statistisch gezien zou het best kunnen zijn dat ik komende winter de boot weer tevoorschijn moet trekken. Ik denk dat het belangrijk is dat alle gronden die nodig zijn voor het aanleggen van die geul, dat die meegenomen worden in deze herziening van het bestemmingsplan. En het lijkt me ook zo dat dat meer dan genoeg is. Dus het perceel aan de oostkant van Zwolseweg 9, waar nu een bouwblok op bedacht wordt van 250 vierkante meter, 6 meter hoog. Ik heb ook in het verleden ook al gelezen van 10 meter hoog. Dat is... Er staat een beetje haaks op het hele fenomeen van ruimte voor de Vecht, want je bouwt wel in het winterbed. En ik neem aan dat je niet graag bouwt dat het voortdurend in het water komt te staan, dus moet je het perceel nog een beetje ophogen ook. Ik heb in het verleden ook inderdaad met de familie Steen wel eens wat geboomd over camperplaatsen. Ik heb zelfs nog eens een keer hier naar het gemeentehuis geweest om een bouwaanvraag in te zien. Ik heb hem ook bij me van de Sani-station. In dat Sani-station... Ik ben vandaag op de beurs in Hardenberg geweest, de recreatiebeurs. Dat hoeft niet meer te bedragen als 1 vierkante meter. Dank u wel. Zijn er vragen voor de heer Van der Boom? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Hoe vaak is er dan concreet met de familie Steen gesproken over de bouwblok? Of sinds wanneer weet u dat er een bouwblok komt? Een bouwblok, dat is er volgens mij in het laatste, het is nu november, in het laatste, want we zijn met de bestemmingsplan bezig sinds, denk ik, april, wezenlijk. Kijk ik even naar de overbuurman, die heeft heel veel verstand van dat bestemmingsplan. Die werkt bij het waterschap. Hoe lang zijn we bezig met het bestemmingsplan? Ongeveer een half jaar. En daar kwam het fenomeen bouwblok naar voren. Daar is met de familie Steen niet over gesproken. Ik constateer dat er verder geen vragen zijn. Dus u mag uw plaats ook innemen. Dan ga ik over tot de afsprakenlijst. Er zijn geen schriftelijke bemerkingen opgemaakt. Dus de afsprakenlijst kan vastgesteld worden. De heer De Jonge. Kort als mag, want ik heb... gezien op de afsprakenlijst dat ik bij die vergadering aanwezig zou zijn geweest. Maar ik zat in Zwolle. Dus ik was daar niet bij aanwezig. Volgens mij was u... Ja, ik mag er niet over praten, maar er was iemand anders ook bij, ja. Waarvan maakte? Goed, na deze opmerking... gaan we over tot de behandeling van buitengebied Vechthoeven Zuid-Ommen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Alle fracties. De fractie van de ChristenUnie is nog niet aan het woord geweest, dus daar begin ik dan mee. Nou, voorzitter, dank u wel. Nou, eigenlijk kunnen we als ChristenUnie best hier heel kort over zijn. Wij zijn nog steeds enthousiast over dit plan, ook over dit bestemmingsplan. De enige vraag die we dan nu nog wel naar de insprekers gehoord hebben van het Hartmoed is ja, hoe dat nou eigenlijk zit met die ontsluiting van het perceel van de heer Liesinga. Dus misschien kan de wethouder daar nog wat meer over zeggen. Dank u wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, er is door de insprekers natuurlijk al heel veel op tafel gelegd. En gelukkig ook een aantal dingen daarin verhelderd. Blijft wel dat er een paar vragen overblijven, los van ons enthousiasme over de Koekse Geul en dat die wat ons betreft deze winter al gegraven mag zijn, zodat er niet meer gevaren hoeft te worden. Blijven er een paar vragen over. De belangenafweging waar de heer Oostelaar namens zijn cliënt over sprak,
het feit dat als je je eerste plan, zeg maar, de uitkoop, als je die niet gerealiseerd krijgt, vind ik het jammer dat je dan vervolgens in het vervolgtraject niet meer meegenomen wordt in de zin van oké, wat is dan de second best oplossing. Als dat ook recreatieplannen zijn, dan hadden we ze denk ik beter hier in één keer in mee kunnen nemen dan dat we straks weer nog een keer hierover moeten gaan bomen. Los van het feit of die 600.000 voldoende is, daar ben ik ook geen expert in. Maar als we er niet uitkomen, dan ga je kijken van en hoe gaan we dan verder. En het lijkt erop in ieder geval, als ik de inspreker mag geloven, dat dat in ieder geval in zijn optiek onvoldoende gebeurd is. En dan ja, wat dan toch blijft is dat bouwblok. Ja, als je nu 1 vierkante meter nodig hebt om je camperplaatsen te kunnen realiseren, dan snap ik dat je als ondernemer vooruitkijkt en dat je 200 vraagt, 400 vraagt en lijkt te krijgen en vervolgens op 250 uitkomt. Ja, dan blijft de vraag van wat heb je dan ingeleverd aan je toekomstplannen en hebben we daar dan een beeldkwaliteitsplan? Want als dat 6 meter hoog mag zijn, snap ik toch ook wel de ongerustheid bij buren en aanwonenden. En ik denk dat we dan met z'n allen daar ongerust over moeten zijn, omdat het toch wel op een dusdanig prominente plek is. Waar we ons aller best doen om het centrum te verfraaien. En vervolgens zitten we straks daar op dat prachtige plein, hopelijk zonder geparkeerde auto's. En dan kijken we naar de overkant. En dan zien we daar een gebouw staan van 6 meter hoog met misschien wel campers. Was nog tot daar aan toe. Maar we weten ook nog niet wat daar nog bij kan komen. Dus dat heeft onze zorg nog wel. Tot zover. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat een levensgeul aan die kan veroorzaken. Aan zich kunnen wij ons helemaal vinden in bestemmingsplan. Het is een prachtig plan. Ik kan me wel aansluiten bij de vorige spreker, want die ze zorgen uit over inderdaad het bouwblok. Je hebt het wel over inderdaad, een van de insprekers zei het ook al, een prachtige zichtlocatie. En als je daar een bouwblok neerzet van 250 vierkante meter, dan heb je het wel ergens over. Een ander idee doe ik een van de insprekers tegen van ja, haal dit nou eens uit de bestemmingsplan. Het maakt eigenlijk grond eruit. Het gaat om dat stuk grond tussen Rederij Peters en de voormalige Kempertier, zeg maar. Van gaat het nou eens apart zien? Dan is het geen onderdeel van de Vechthoeven site op zich natuurlijk. Wat betreft inderdaad het beeldkwaliteitsplan, ja, dat zijn toch wel vragen. En ik ben wel benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Eerste vraag aan de wethouder is eigenlijk, wanneer moet die nevengeul klaar zijn? En dan heb ik een andere vraag. Aanvankelijk was de nevengeul meanderend. Het zuiden achter de woningswalsterweg 9, dat is dus nu recht geworden aan de buitenkant. Wat is de reden daarvan geweest? En een andere vraag is waarom er wijzigingen zijn aangebracht in de bestemming van het buitengebied van juni 2015 ten opzichte van december 2014. 2014 stond er nog in. Uitsluitend gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen. En in het andere plan van 2015 staat in uitsluitend gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen, opslag en receptie. Dus wel een wezenlijk iets anders toegevoegd. Met welke partijen is overleg gevoerd tijdens het hele traject? Dus ook bij de wijzigingen in de versie van juni 2015. En dan is, en het is vanavond al eerder gezegd, hoe zijn de spelregels van het GOP bij dit traject toegepast? Want door de afsplitsing ontstaat een nieuw bedrijf dat volgens de visie van het GOP vernieuwd moet zijn. Op bladzijde 16, en de samenvatting van een GOP luidt dan ook, vestiging van nieuwe verblijfsrecreatieve bedrijven hebben geen beleidsprioriteit, tenzij het gaat om nieuwe initiatieven welke leiden tot productvernieuwing. Dus daar zou ik graag toch iets meer over willen weten. En ik wil eigenlijk gelijk ook wel aansluiten bij datgene wat mijn buurman zei, van goh, waarom gaan we dit stuk, dus waar de camperplekken zouden kunnen komen, waarom gaan we dat stuk nu niet al loskoppelen van het bestemmingsplan? Ook, en ik wacht wel even het antwoord van de termijn van die nevengeul is, maar die op een gegeven moment moet die een keer gereed zijn, gelet ook op de bedrijfsvoering van de Koeksebelt.
En daarom zou het handiger zijn om dat gedeelte van achter de Zwolseweg nummer 9, om dat los te koppelen nu van dit bestemmingsplan. De zaak gewoon van die nevengul kan gewoon doorgaan. En dat andere gaan we in een separaat traject gaan we daarmee aan de slag. Hetzelfde wat we ook doen, wat in het stuk staat over datgene wat de scoutingplannen betreft. Dan zijn we dus volgens mij met een hele goede zaak bezig. En dan kunnen we ook voortgang boeken voor de nevengul. Dank u, voorzitter. De heer Nijhuis. Dank u wel, voorzitter. Allereerst over het perceel Zwolseweg 14b, waar de eerste inspreker over sprak. Die heeft ook nog een principeverzoek ingediend. En daarin de beantwoording staat dat het separaat behandeld zal worden. Mijn vraag is, wat gaat u daarmee doen? En het betrof hier ook de aanvraag van een recreatieve bestemming. En dan kom ik bij de tweede inspreker. Dat is ook een recreatieve bestemming en die is wel meegenomen in het plan. Dus dat roept verwarring. Ook even over de ontsluiting van het perceel 14b. Hoe zit dat precies? Want komt hij wel of niet fatsoenlijk bij zijn perceel? Dat is even wel een cruciale vraag. Dan de tweede inspreker over het plan met die campers. Bij de beantwoording bij 14b was er dat het niet in lijn is met het provinciaal beleid ruimte voor de vecht. We hebben het hier over de nevengul, dus we gaan nu ook weer een recreatieve bestemming doen. Dus die twee, dat conflicteert met elkaar. Waarom is hier dat camperplan wel meegenomen en de wens voor de eerste recreatieve bestemming niet? En dan heb ik vervolgens nog de vraag van, ja, hoe is het met de planning? Wat is de bedoeling? Wanneer wil men starten en wanneer moet het klaar zijn? En net wat vorige inspreker ook op gezegd, het gaat hier vooral ons om de nevengul, daar is iedereen het wel over eens. En de rest zijn bijzaken, moet je dat hierin mee gaan nemen? De heer De Jonge van de VOV. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij zijn op onderdelen blij met het voorstel zoals het hier voor ligt. En ik zal even inzoomen op de onderdelen waar wij niet blij mee zijn. En er zijn hier in de commissievergadering door raadsleden een aantal meningen vertolkt al over het stukje tussen de Twiege en Peters, dus de camperplekken. En ik zal me beperken tot het stellen van vragen. Voorzitter, wat kan de college aangeven van waarom dit mee is genomen? En dan bedoel ik niet de recreatieve bestemming die er al op zit, maar alles wat erbij komt. Want ik herinner me nog in het verleden dat we daar hier nog wel pittige discussies over hebben gevoerd van gebouwen op recreatieve terreinen. En voorzitter, wat miskomen wij eraan als we dit onderdeel eruit halen, dus uit dit bestemmingsplan halen, zodat we vrij verder kunnen met de bestemmingsplan Koekse Geul? Want ik ben ook wel bang dat er daar de procedures gaan lopen en dat ook de ontwikkeling van de rest de vertraging oploopt. En dan, voorzitter, ja, de stukken gelezen hebben, maar ook wat hier gezegd is door inspreken, ben ik toch wel heel nieuwsgierig van hoe dat proces precies gelopen is met perceel 14b. Met het overpad en welke rol wij als gemeenteraad hierin hebben. Hebben wij hier daadwerkelijk een rol of ligt die rol bij het waterschap? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA vindt dat de Koekse Geul zo snel mogelijk moet worden aangelegd. Zoals we allemaal weten zijn een aantal zienswijzers ingediend en de kans bestaat dat er mensen naar de Raad van State gaan om nogmaals een zienswijze in te dienen. We hebben een aantal vragen over. Kan de wethouder, een aantal vragen zijn eigenlijk ook al min of meer al gesteld, maar toch nog een verdiepingsslag daarin. Kan de wethouder aangeven wat het effect is van het aantal bezwaarschriften is op de eventueel te volgen procedure bij de Raad van State? Geldt daarin de regel van hoe minder bezwaarschriften, hoe sneller een besluit van de Raad van State? Zou dat betekenen dat we eventueel sneller met de Koekse Geul zouden kunnen gaan beginnen? En in het verlengde van deze vraag, indien daartoe wordt besloten om de bestemming ten oosten van de Zwolseweg nummer 9, dus eigenlijk zeg maar de camperplaats, buiten dit voorstel te houden, wat zijn dan de consequenties voor de indieners? Als we het hebben over de te volgen procedure, moet dat opnieuw? En wat betekent dit voor de kosten voor de indiener? Er staat aangegeven dat het bouwblok van de campervoorziening, dat het maximum 6 meter hoog mag zijn. Is er rekening gehouden met de molenbiotoop? Is er overleg geweest met het molenaarsgilde? En de andere vraag, de laatste vraag wat het CDA betreft, dat gaat er inderdaad over hoe wordt het, als er een bouwblok komt, hoe wordt dat concreet landschappelijk ingepast? Zicht vanaf de westflank richting de zuidoevers, de zichtlijn naar het Laar, hoe gaat dat eruit zien? Dank u wel. Wethouder Ter Kust.
Voorzitter, dank u wel. Niet alleen dat ik denk dat ik een beroep moet gaan doen op de ambtelijke ondersteuning. Ik weet het wel zeker dat ik een beroep moet gaan doen op de ambtelijke ondersteuning. Want er zijn inhoudelijk ontzettend veel vragen gesteld. Die ik niet allemaal kan beantwoorden. Deels omdat ik niet bij het begin van het proces betrokken ben geweest. En deels omdat mij eenvoudigweg die kennis ontbreekt. Maar ik wel weet dat het traject in twee fases te knippen is. Namelijk het traject rond 2012 en rond 2014. En dan is, hoe zit het dan met Liesinga? Met de heer Liesinga, voor zover ik weet, zijn in 2011 gesprekken geweest. Die zijn gestaakt omdat men er niet uitkwam. En dat wil zeggen, de heer Liesinga met Oostra versus het waterschap. Want waterschap is penvoerder in dit verhaal. Vervolgens heeft het traject ogenschijnlijk een tijdje stilgelegen, maar in 2013 en met name in 2014 is het vlot getrokken op basis van een ander plan. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het initiële plan over de gronden van Liesinga de voorkeur verdient. Maar als je er niet uitkomt, moet je kijken wat next best is. En dat was het plan over de Koekse Belt. Dit is wel zeker, voor zover ik geïnformeerd ben, gedeeld geweest met de heer Liesinga. Sterker nog, in 2014 is er nog op bestuurlijk niveau een overleg geweest. Beide partijen zijn wel iets naar elkaar toegekomen, maar het gat dat ertussen zat was nog te veel om tot overeenstemming te komen. Vandaar dat men heeft ingezet op het andere traject zoals dat nu voor ligt. Voor wat betreft de ontsluiting van de heer Liesinga, want dat werd net aangegeven, het plan voorziet in een ontsluiting, dat is een hoefijzervorm. De afstand naar de Zwolseweg neemt wel toe, om niet te zeggen dat hij bijna verdubbelt. En het is terecht dat opgemerkt wordt van hoe dan de aansluiting te realiseren. Dat moet nog nader worden uitgewerkt. De kosten daarvan worden betaald door het waterschap, evenals een eventuele aanpassing van het hekwerk om het huis van de heer Liesinga. Maar dat betekent wel dat er een dam gestort moet worden en dat er een verbindingsweg moet worden aangelegd. Er is wel een schets voor, die heb ik vanmiddag mogen ontvangen. De nadere uitwerking moet nog met de heer Liesinga worden besproken. Maar er wordt gezorgd voor een ontsluiting. Want een ander alternatief zou zijn dat je naar de rechter moet en dat je dan de erfdienstbaarheid eraf moet halen. En dat is iets wat geen van de partijen wenselijk acht. Ten aanzien van de VOV. Het bouwblok. Aan het bouwblok op het gebied van de familie Steen. Op het perceel Rusnu. Recreatieve bestemming. Op die recreatieve bestemming mag men een sanitaire voorziening realiseren. Bestemmingsplan oud. Bestemmingsplan nieuw, als je dat opnieuw moet gaan realiseren, dan moet je dat kwantificeren. Dat is gebeurd. Men heeft geprobeerd dat te kwantificeren en gesteld op 200 vierkante meter. In overleg met de vorige portefeuillehouder en de familie is men uitgekomen op basis van aannames op 400 vierkante meter. Dat is verder niet onderbouwd. Bij het indienen van de zienswijze, was een van de zienswijzen van hoe kan het dat op een relatief klein recreatief perceel zo'n grote voorziening moet komen. Toen is gekeken naar wat de maatstaven zijn voor ongeveer vergelijkbare situaties. En u hebt kunnen lezen in de beantwoording van de zienswijze dat men dan uitkomt op zo'n ongeveer voor alle functies toilet, douche, afwasplekken en een receptie plus opberghok, dat je dan komt aan zo'n 200 vierkante meter. En dat men op basis van eventuele groeipotentie daar 50 meter aan toe heeft gevoegd. En dan kom je op een bouwblok van 250 vierkante meter. Daarmee dient zich onmiddellijk een dilemma aan. Het nu buiten behandeling laten van dat onderdeel van dat bouwblok betekent formeel dat u familie Steen het recht ontneemt wat men in het oude bestemmingsplan had. Namelijk het realiseren van de sanitaire voorziening. Dan zou ik kunnen zeggen, dan laten we het hele geval van Steen buiten beschouwing. Dan dient zich het volgende dilemma aan. Namelijk, Zwolseweg 9. Want dat moet er nou juist uitgehaald worden. Als u zegt, dan laten we er allebei uit. Dan hebt u weer een dilemma.
Namelijk dat er dan feitelijk sprake is wanneer u alleen het gedeelte Koekse Belt op die eilandvorming vaststelt, dat er dan feitelijk sprake is van uitbreiding van de recreatieve bestemming. En dat is een dilemma waar ik vanavond niet voor u kan oplossen. Ik zal u toezeggen dat u een en ander wat verhelderend op schrift krijgt, middels een raadsbrief. Maar dat is het dilemma waarvoor u staat. En u moet voor 31 december een besluit nemen, omwille van de voortgang. Tot zover wat ik precies weet over de dilemma's waarvoor we staan. Dus amenderen, de uitlaten, heeft gevolgen, heeft repercussies. Als u het niet amendeert, proef ik dat omwonenden naar de Raad van State gaan. Staat hun vrij, dat mag. Heeft voor de uitvoering geen gevolgen. Ook niet wanneer er een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Want wij denken dat we voldoende sterk staan in de beargumentering. Omdat het valt onder de crisis- en herstelwet, wordt het bij voorrang behandeld bij de Raad van State. De Raad van State zal binnen een half jaar uitspraak moeten doen. En dan kan het nog binnen de redelijke termijn tot uitvoer worden gebracht. Andersom, als u besluit om het perceel of het bouwblok van de familie Steen eruit te laten, zal de familie Steen naar de Raad van State stappen, omdat u hen een bouwrecht, wat op het oude bestemmingplan rust, ontneemt. Dus aan u om straks op basis van de informatie die u krijgt bij de raadsbrief daar een keuze in te maken. Dan heb ik gelijk de vraag van mevrouw Schunselaar beantwoord. Voor wanneer moet u een besluit nemen? Voor 31 december. En dan een gang naar de Raad van State zal volgens wat wij op dit moment weten niet zoveel effect hebben ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het plan. Dan komen vragen die ik niet kan beantwoorden. Waarom de vorm van de gul? Zoals er nu is voorgesteld. Ik zou het echt niet weten. En ik wil naar Alfred kijken om die te beantwoorden. En anders moeten we dat bij waterschap na laten gaan. Waarom op die manier? En hetzelfde geldt van hoe is het overleg gevoerd en zijn alle regels van het GOP toegepast? Ik ben er niet bij geweest en ik ken het GOP onvoldoende om te weten of die hier naar behoren en voldoende is toegepast. Ik zou Alfred willen vragen om dat te beantwoorden. Ten aanzien van de D66 recreatieve bestemming. Ik heb al aangegeven in het begin is gekeken naar de meest wenselijke variant en dat was over de gronden van de heer Liesinga. Men is tot in tweede instantie niet tot overeenstemming gekomen. Dan betekent dat de gronden van Liesinga bij het plan Koekse Belt niet langer nodig waren. En dan blijft er dus gewoon de agrarische bestemming voor een deel van het perceel oprusten. De heer Liesinga heeft twee stukken, één deel waar recreatieve bestemming op zit en één deel waar agrarische bestemming op zit. Aan koppelverkoop hoef je in dit geval niet te doen. Iets anders is dat onlangs de aanvraag van de heer Liesinga ten aanzien van dat perceel wel in het college is geweest. En ik kan hier ook melden dat beargumenteerd, dat is afgewezen. En ik kan u ook melden dat ik een gesprek heb gehad met de heer Liesinga en zijn vertegenwoordiger en heb aangegeven waarom het is afgewezen. Namelijk vanwege het ontbreken van een voldoende onderbouwing. Zowel qua planologie, qua planvorming, als qua het meerjarig financieel exploitabel aan kunnen tonen. Daar hebben we wel gezegd, even los van dit, dat heb ik, en dat mag u straks ook navragen, heb ik gezegd, ik knip dat, ik zie dat los van elkaar, ik ga geen koppelverkoop doen. Dit is het plan Koekse Belt, de nevengul. Uw aanvraag wijzen we op dit moment af, maar wij zien wel mogelijkheden waar we dat eventueel wel zouden kunnen herbestemmen, als zijnde recreatief, maar dan wel in overleg met de ambtenaren en in overleg met de directe omgeving om te voorkomen dat er te veel druk ontstaat op dat gebied. Dus wij zijn wat dat betreft in overleg, maar de knip daarin is heel helder. Voor hetzelfde geld gaat het plan B van de heer Liesinga niet door. En dat is niet primair, dat is, en ook niet secundair, dat staat gewoon los van elkaar. Ten aanzien van het vorige het bestemmingsplan en het knippen daarin, daar heb ik al antwoord op gegeven. Dan ten aanzien van de VOV, de heer De Jonge, bedoelt u rederij Peters of bedoelt u de familie Steen?
Want er is sprake van twee afzonderlijke zaken. Reda Peters wordt genoemd in zaken van een soort winterstalling. En het overige is het bedrijfsperceel van de familie Steen waarop het sanitiestation komt. Ten aanzien van de procedures wil ik vragen om Alfred of die daar antwoord op kan geven. En het recht van overpatten, daar heb ik in het begin al aangegeven hoe dat tot stand zal komen. Ten aanzien van het CDA, meneer Dunnewind, of er nou één of twee mensen naar de Raad van State gaan, in dit geval maakt het niet uit. Ik heb proberen duidelijk te maken dat, omdat het onder de crisis- en herstelwet valt, de Raad van State binnen een half jaar een besluit zal nemen. De versnelling zit erin in of men wel of niet de voorlopige voorziening vraagt, degene die naar de Raad van State gaat. En of dat nu omwonenden zijn of de familie Steen, dat is om het even. Rekening houden met de modembiotoop, dat kan ik zo niet beantwoorden, weet ik niet, moet ik Alfred vragen of Alfred die kan beantwoorden. En hoe wordt de bebouwing concreet ingepast? Volgens mij zijn de maatvoeringen zoals ze nu zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan maatgevend. En daar is er qua hoogte, zoals ik het heb begrepen, dat men terug is gegaan qua hoogte van 10 naar 6 meter en de grootte is van ruim 5 meter naar 4 meter teruggebracht. Zou dat moeten passen in de molenbiotoop? Ten aanzien van de vorming en de vormgeving, daar ga ik volgens mij niet over. Volgens mij gaat daar de welstandsnota over en daar hebben wij daarvoor het overzicht ingehuurd om dat soort plannen middels de bouwvergunning goed of af te keuren. Voorzitter, met uw welnemen zou ik graag de overige technische beantwoording willen overlaten aan Alfred. Dank u wel. Ik loop het rondje maar af. De vraag van de ChristenUnie is beantwoord, als ik het goed heb. De vraag van de LPO, was tweeënlei. Waarom is Liesinga niet meegenomen? Nou, de wethouder is daarop ingegaan. Aanvullend kan ik daarop zeggen dat dat dan ook beargumenteerd had moeten worden in dit bestemmingsplan. Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is zoveel mogelijk geweest het overnemen van bestaande recreatieve rechten. Het opnemen van een recreatief recht op het terrein van Liesinga zou een uitbreiding zijn als het puur zelfstandig voor Liesinga zou gebeuren. En dat is dus om die reden, hè, buiten het feit dat het een separaat traject zou moeten worden, maar ook om die reden is dat niet meegenomen. De vraag was ook van, de kan straks veel, 250 vierkante meter, 6 meter hoog. Hoe houden we dit in de hand? Dat is een vraag. De wethouder heeft aangegeven, het is 250 vierkante meter, 6 meter hoog, maar ook met een goothoogte van 4 meter. Dus in principe mikken wij op één bouwlaag met kap. Dat doen we meer, dat geldt voor alle bijgebouwen die ook bij woningen worden gebouwd in het buitengebied. Dat is de standaardmaat die daarvoor geldt. Wat zijn manieren om dat in de hand te houden? In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen, en dat is een beetje technisch, dat heet nadere eisen. Dat betekent dat het gemeentebestuur nadere eisen kan stellen aan de situering van gebouwen. Dus we kunnen ons erin mengen waar zo'n gebouw moet komen te staan. Links, rechts, voor, achter op het terrein. En we kunnen ook nog wat zeggen over de afmetingen van het gebouw aanvullend. En daar gelden bepaalde criteria voor. Het moet passen in het landschap bijvoorbeeld. Wat is de impact op buren? En zo zijn er nog meer van die regels. Dat staat in de regels van het bestemmingsplan, als ik het goed heb, artikel 4.3. Dat is de recreatieve bestemming. En dan het derde lid. Dat is de vraag van het LPO. Beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan voorziet wel in een ruimtelijk kwaliteitsplan en dat is een erfenrichtingsplan in dit geval geworden. Dat zit in een bijlage van de planregels, die moet verplicht worden uitgevoerd. Dat is iets wat nu nog niet in het geldende bestemmingsplan zit. Dan hebben we wel een groenstrook bestemd om het terrein van de familie Steen heen. Daar is op dit moment nog niks. Met het nieuwe plan wordt de familie Steen verplicht om die groensingel aan te leggen wanneer dat terrein voor recreatiedoeleinden in gebruik wordt genomen. Dat geldt ook voor de uitbreiding van de Koekse Belt, waar ook dat is ook meegenomen in hetzelfde ruimtelijk kwaliteitsplan. Beeldkwaliteit is, wat de wethouder aangaf, iets des welstands. Wanneer moet de nevengeul zijn aangelegd? Dat is eind 2017. De VVD had het over een versie van december 2014 van het bestemmingsplan. Dat is een conceptversie geweest. Het bestemmingsplan komt tot stand. Er worden eerste versies worden aangeleverd. Daar wordt ambtelijk weer op teruggereageerd. En dan komt er een nieuwe versie. Wordt weer ambtelijk op teruggereageerd. De versie van december 2015 is een ambtelijke versie geweest.
2014, sorry, excuus. In die versie stond in sanitaire voorzieningen. En dat is iets wat later in overleg met de partijen besproken is, met de familie Steen. En er is van gezegd van op dit moment ligt er een recreatieve bestemming op uw perceel. Maar het moet zelfstandig kunnen functioneren. En daarmee hebben wij gemeen van om het de basis mogelijkheden te geven voor zelfstandig functioneren. Zou je bij de recreatieve bestemming die er nu op ligt, zou je ook een receptie moeten kunnen hebben en zou je ook een opslag moeten kunnen hebben. Dat is de afweging geweest. De spelregels van het GOP, wanneer pas je die toe? Die pas je toe bij nieuwvestiging, dat klopt. Is hier sprake van nieuwvestiging? Nee, daar is geen sprake van. En ik leg dat uit aan de hand van dat er al een recreatieve bestemming op het terrein ligt. Dat perceel had al recreatief in gebruik kunnen worden genomen. Dat is de essentie waarom je niet toekomt aan die bepaling van het GOP dat het een vernieuwende vorm van recreatief verblijf moet zijn. Het is een bestaand recht waar de familie Steen gebruik van wil maken en waarvoor ze een vergunning hebben aangevraagd en ook een vergunning hebben gekregen. Nou staat dit bestemmingsplan wel wat extra's toe. De wethouder had het er al over. Er was een sanitair gebouw toegestaan. Sanitair gebouwen zijn in het geldende bestemmingsplan niet begrensd qua oppervlakte. In deze nieuwe systematiek hebben we gezegd van sanitair gebouw beschouwen als een bedrijfsgebouw. En een bedrijfsgebouw niet anders dan een receptie of dan een opslaggebouw. Dus daar koppelen wij een oppervlakte aan. En vandaar dat die oppervlakte eraan gekoppeld is van 250 vierkante meter. Maar ook in het bestaande bestemmingsplan zit dus al een recht voor een sanitair gebouw. En als daar een sanitair gebouw was aangevraagd voor 200 vierkante meter, hadden we die gewoon moeten vergunnen op grond van het geldende bestemmingsplan. Wat kom je dan toe aan het GOP? Nou, daar is de familie Steen in de inspraak ook al op ingegaan. Je kijkt naar het verschil wat er nu mag en wat er straks mag. En dat verschil is heel dun. En dan zijn wij van mening dat met het houden ook van een informatieavond over dit bestemmingsplan, dat mensen actief zijn geïnformeerd over dit bestemmingsplan, daaraan voldaan is. Gelet het verschil wat nu mag en wat er straks met dit bestemmingsplan mag. De vorm van een nevengeul, die is in overleg tot stand gekomen. En dat is een uitkomst van overleg tussen partijen, tussen belanghebbenden. Maar dat gaat ook om technische zaken. Dus de hydraulische gegevens, zeg maar. Het water moet er goed doorheen kunnen. Het moet met goede bochten lopen. Maar dat is een stuk techniek. En dan kijk ik inderdaad naar het waterschap. Dat is niet onze core business, om het zo maar te zeggen. Maar dat is doorgerekend. Hoe hou je die wateropgave, hoe hou je die wel in de lucht en hoe kun je ook tegemoetkomen aan belangen van de spelers in dat gebied. Dus dat voor wat betreft de vorm van een nevengeul. D66 had een vraag, waarom Steen wel en Liesinga niet? Nou, kort gezegd, Steen heeft een recreatieve bestemming. Die zat in een recreatieve bestemming die gold voor een twieg. Een twieg is opgekocht door de Koekse Belt in het verleden. Dat was één recreatieve bestemming. Dat wordt nu opgesplitst. Recreatie doen we straks binnen de geul. De bedrijfswoning van een twieg en het achterliggende terrein, dat gaat de recreatieve bestemming van af. En het terrein van dat is de laatste snipper recreatieve bestemming, dat krijgt opnieuw een recreatieve bestemming. En in dit geval een zelfstandig recreatieve bestemming. En Liesinga had geen recreatieve bestemming op zijn terrein, dus daarom zit dat er niet in. Ontsluiting van Liesinga is benoemd. Wanneer is het plan klaar? Dat is ook al heb ik benoemd. Waarom dit is meegenomen is de wethouder op ingegaan, het terrein van Steen. Wat er gebeurt als je dit eruit haalt, is ook door de wethouder benoemd. Het proces van 14b is doorlopen, dat is ook benoemd door de wethouder. Aantal bezwaarschriften bij de Raad van State, dat maakt dat niet uit. Het gaat om de zwaarte van het dossier, zeg maar. Dus aantallen bezwaarschriften zegt niets. Maar het gaat wel om de complexiteit, hoe complexer, hoe langer het duurt. Het geldt een termijn op grond van de crisisherstelwet, dat is 6 maanden. En dat is aanmerkelijk korter dan wat wij gewend zijn bij normale bestemmingsplannen. Moet de procedure opnieuw als je het eruit haalt? Ja, dat moet. De wijziging is wel zodanig, als je het hele terrein eruit haalt van de familie Steen, dat je grote risico's loopt als je het plan zo op die manier gewijzigd vaststelt. Dat is een zodanige aanpassing dat ik er sterk aan twijfel of dat juridisch haalbaar is. Overleg met het molenaarsschilder is er niet geweest. Wel hebben we ons gehouden aan het beleid daaromtrent, de rekenmethode die daarvoor geldt. En met de 6 meter maximale hoogte op het terrein van Steen
zitten we ruim voldoende onder de grens die op grond van die formule zou kunnen worden gehanteerd. Landschappelijke inpassing die zit dus verankerd in dit bestemmingsplan. Er zit een beplantingsplan in en die geldt dus dwingend. Daar kunnen wij op handhaven als dat nodig is, als daar niet aan wordt voldaan. En dan heb ik ook de laatste vraag van het CDA gehad. Iemand voor de tweede ronde? De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Gelukkig zijn er heel veel vragen beantwoord, maar de beantwoording levert soms ook weer vragen op. Ten eerste was even de vraag aan de wethouder, die had het erover van het ontkoppelen van het gebied van steen zou leiden tot procedures bij de Raad van State. Ja, u zei het ook al daar nog een keer. Maar ik heb de Raad niet horen spreken over het ontnemen van rechten. We hebben het gehad over het ontkoppelen in volgtijdelijkheid. En dan vraag ik me af, van, heb je dan iets om over naar de Raad van State te gaan? Of is het gewoon van, ja, ik ben nog nu niet aan de beurt. En met de rest kunnen we wel door. Dus dat was even een vraag die mij de beantwoording opriep. Daarnaast, wat betrekking tot de GOP. Ik bedoel, ik denk dat de familie Steen het uiterste best heeft gedaan om te informeren. Dat zal ik ze ook niet ontkennen. Alleen is de vraag van, is GOP voldoende informeren? Of, wat ik begrepen heb, gaat GOP over draagvlak? En dat is toch nog iets anders als het informeren. Wat is uw concrete vraag? Mijn vraag is dus, van, is daarmee dus voldaan aan de voorwaarden voor het GOP? Ja, het gaat in mijn optiek niet over informeren, maar over het creëren van draagvlak. En dat heb ik hier niet gehoord vanavond door de insprekers. Daarnaast is gesproken over de 250 vierkante meter die nodig is om een zelfstandig bedrijf te kunnen draaien. Zover ik weet levert dat ook rechten op een bedrijfswoning. En ik vraag me even af, van, zou dat hier ook sprake van kunnen zijn? En als dat al wenselijk is, is dat te voorkomen? De wethouder heeft ook gezegd, van, op het moment dat we gaan ontkoppelen, in ieder geval in volgtijdelijkheid, dan zouden we ook weer met de Koekse Belt in de problemen komen, want dan gaan we uitbreiden van het recreatiegebied. En toen hield ze redenatie op. Ik was even benieuwd wat er dan achteraan kwam, van, in hoeverre is dat een probleem? Om recreatiegebied uit te breiden, terwijl je het ergens anders misschien nog niet hebt afgenomen, om het zo maar even uit te drukken. En tot slot, de procedures waar net over gesproken wordt, van, het kan zijn dat het allemaal over moet. Daar was Alfred niet helemaal zeker over, als ik het zo mag uitdrukken. Ik zou wel graag voor de raadsvergadering dat zwart op wit hebben, of dat inderdaad het geval is. Tot zover. De volgende keer de ambtenaren aanspreken via de portefeuillehouder. Ja? Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag van, goh, waarom kan er wel een apart traject gestart worden, separaat traject gestart worden voor scouting en niet voor het terrein van de familie Steen. U heeft wel gezegd waarom de familie Steen nu meegenomen moet worden, maar het is mij nog niet helemaal helder daaromtrent. En dan heb ik toch nog een opmerking gehad, dus over de bouwblok van de hoogte van 6 meter. Maar een van de insprekers zei, ja, dat komt dan in het winterbed te liggen. Dat betekent dat het waarschijnlijk op een hoogte, zeg maar op een terf zou komen te liggen. Dus die komt wel de hoogte in. Dus daar zou ik ook nog graag het een en ander over willen horen. En ik ben erg belangstellend naar de informatie die dan schriftelijk naar ons toekomt. Maar op basis daarvan kunnen wij verder nadenken. Dank u wel, voorzitter. De heer De Jonge van de VOV. Ja, voorzitter. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar die schriftelijke, die mooie raadsbrief. Maar ik had liever gehad dat het niet nodig was geweest dat we tijdig al informatie hadden gehad. Laat dat even helder zijn. Voorzitter, waar ik wel nieuwsgierig naar ben is de redenatie die aangegeven wordt dat de recreatieve bestemming, dat daar een bouwblok binnen past en dat die ook mogelijk gemaakt moet worden. De vraag is dan van waarom is dan deze bestemmingsplanwijziging of dit idee meegenomen in deze bestemmingsplan. En dan, voorzitter, de tweede, ik heb het hier over de gronden van Steen, voor alle duidelijkheid, had ik net ook in de eerste termijn, voorzitter. En dan, wat betekent het voor de verdere voortgang? Want ik heb de inspreker, de heer Steen, horen zeggen van, ja, we willen toch wel wat verder ontwikkelen. We willen wat andere dienstverlening en wat met het bouwblok vergroten. Nou ja, de heer Remmers van de LPO heeft ook al gevraagd van, ja, wat betekent dat voor bijvoorbeeld een bedrijfswoning? Voorzitter, dan even terug naar perceel 14b.
Want ik was zeer verrast, en wellicht kan de wethouder dat even toelichten, voorzitter, van wat hij bedoelde met er moet daar nog wat aangepast worden. We gaan een dam leggen en er moet een ontsluiting komen. Zit dat niet in het huidige bestemmingsplan? En zo nee, is daar dan niet een andere bestemmingsplan, aanvulling op het bestemmingsplan voor nodig? De wethouder, de heer Ter Kust. Voorzitter, de vragen die ik kan beantwoorden zijn als volgt. Ten aanzien van het GOP, maar dat heeft Alfred al beantwoord. Het betreft bij Steen een bestaande recreatieve bestemming. En dan gelden, als ik Alfred goed heb begrepen, de GOP-uitgangsprincipes niet. Van dat je dan overeenstemming moet hebben. Informeren is wat anders dan het bereiken van overeenstemming. Ten aanzien van een bedrijfswoning. In dit bestemmingsplan zit het niet in, wordt er zelfs niet toegestaan en is niet aan de orde. Ten aanzien van de uitbreiding van de recreatie die ik zojuist heb benoemd, die is heel technisch, wil ik vragen of Alfred die wil beantwoorden. Ten aanzien van de scouting. De scouting betrof geen uitbreiding, betrof een aanpassing. De capaciteit werd niet uitgebreid, alleen een aantal andere gronden. De gronden in de bossen, die moesten meer tijd krijgen om te gaan herstellen. En daarvoor zijn aangewezen wat lager gelegen gronden. Op de hoger gelegen gronden zal zand worden aangebracht wat uit de nevengul komt. En daarmee wordt niet de capaciteit, maar worden wel de locaties waar recreatie is toegestaan, worden verschoven. Althans is de mogelijkheid om daarin te gaan verschuiven. En bij Liesinga betrof het een uitbreiding, namelijk een wijziging van bestemmingsplan om een agrarisch gebied om te gaan zetten in recreatieve bestemming. En dat is het is het verschil. Dan ten aanzien van de heer De Jonge, de ontsluiting van Liesinga kan ik wel beantwoorden. Hij is inderdaad in de planvorming met een stippellijntje weergegeven. En ik heb in mijn eerste beantwoording aangegeven dat nadere uitwerking vereist is. En die nadere uitwerking voorziet erin in een hoefijzervorm vanaf de Zwolseweg met een met een boog richting Vilsteren terug te gaan richting de Steenoever. En dan vervolgens aansluiting te zoeken bij het perceel van de heer Liesinga. En daar doet zich dan het probleem voor van het hoogteverschil. En dat moet middels een op te werpen dam worden opgevangen. Ik dacht dat het een verschil was van 2 of 2,5 meter. En daarin moet het waterschap nog nader met de heer Liesinga in overleg treden. Om dat te realiseren zodat er een voldoende adequate ontsluiting ontstaat. Ten tijde van de aanpassing van het bestemmingsplan. En daarin is ook voorzien dat er een andere aansluiting komt bij het hekwerk van de heer Liesinga, want dat was ook een van zijn argumenten. En daarin wordt ook voorzien door het waterschap. Tot zover de vragen die ik kan beantwoorden, voorzitter. Ja, volgens mij is er weinig meer overgebleven. De recht op de bedrijfswoning, inderdaad, dat zit er niet in. Een bedrijfswoning is geen recht als je een recreatieterrein hebt. Dat is niet correct, die veronderstelling. Het probleem van een recreatieve uitbreiding heb ik hier staan, maar ik heb hem even niet meer scherp in welke context dat is. Die is volgens mij door de wethouder beantwoord. Goed. De juridische consequenties, dat wordt op papier gezet en dat komt in die raadsbrief dan aan de orde. Bebouwing komt wel de hoogte in, want terp, hè, hoe zit het nou met het winterbed? In het winterbed wordt meer gebouwd, hè, zo ook op het terrein van de Koekse Belt. Wat daarvoor noodzakelijk is, is dat wij naar het waterschap gaan om te overleggen of dat allemaal mogelijk is. Dat hebben we voorafgaand aan het bestemmingsplan hebben we dat ook gedaan. Hebben we gezegd van hoe reëel is dat daar bebouwing bij komt. En het waterschap heeft gezegd van het is voor wat ons betreft reëel dat daar bebouwing kan komen. Wij moeten alleen kijken op welke plek dat het meest geschikt is. En dan krijg je discussie over wat is waterbergend, wat is watervoerend en dat soort begrippen. Komt de familie Steen met een bouwplan, dan zullen we net zoals met het Sani-station gebeurd is, met het waterschap in overleg moeten. Advies vragen van hoe kijken jullie daar tegenaan. En dan kunnen we een besluit nemen over het al dan niet verlenen van de vergunning. En volgens mij zijn dan alle overige vragen. Voorzitter, ik heb nog een interruptie. Eerst de aanvulling van de wethouder en dan de interruptie. Niet zozeer een aanvulling, want technisch weet ik hem niet te beantwoorden. Maar de heer Remmers had nog een vraag van als we het perceel van Steen buiten beschouwing laten, hoe dat dan kan leiden tot uitbreiding van bestemmingen recreatieve doeleinden. Ja, daar ben ik in eerste termijn ook op ingegaan. Als je besluit om de Zwolseweg 9 eruit te halen, dan ga je aan de andere kant ga je wel de uitbreiding toestaan, maar laat je het oude plan laat je overeind staan. Als het oude plan overeind blijft staan, zul je dus in je bestemmingsplan moeten motiveren waarom de uitbreiding gerechtvaardigd is.
Moet je daar een onderbouwing aan koppelen? Moet je daar onderzoek moet je daarnaar doen? Dat is niet de insteek van het bestemmingsplan geweest. Het insteek van het bestemmingsplan is geweest van het terrein van de Koekse Belt en het aantal plaatsen blijft ongeveer even groot. Dus je zult daar een extra motivering aan te grondslag moeten leggen. En dat is in dit ontwerpplan is dat niet gebeurd. Dat is, op die insteek is dat gebaseerd. Gelijkblijvend recreatieve capaciteit van het terrein. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, wat voor mij nog niet helemaal helder is, van in eerste termijn is aangegeven dat de recreatieve bestemming dan op het perceel van Steen mogelijkheden geeft, ook voor het sanitair gebouw en wat erbij hoort. Waarom het dan meegenomen is in dit bestemmingsplan, want als het die mogelijkheden al schept, dan kan het toch in mijn optiek buiten bestemmingsplan wijziging gehouden worden. Volgens mij heeft Alfred die vraag net beantwoord. Mag ik ook nog? Er is nog één vraag niet beantwoord. Je doet in twee termijnen en dan moet je ervan uitgaan dat de vragen beantwoord worden. Ja, nee, de wethouder heeft er één, de eerste overgeslagen. Nou, niet met opzet ga ik vanuit, maar. Misschien had hij de pen nog niet in de aanslag. Dan denk ik dat u bij de raadsbehandeling de vraag maar moet stellen. Van, kan. Want anders dan gaan we door tot 11:30 met de commissie en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik wil dan nu aan eventuele insprekers de gelegenheid geven om nog een kort woord tot de commissie te richten. Wie voelt daartoe de behoefte? De heer Steen. Ik zei kort, meneer Steen. Ik zal het daar proberen kort te houden. Ik ben zeer verrast door het feit dat er zoveel in verder toch commotie is over het bouwblok. Zoals ik aangegeven heb, is dat we de insteek hebben om kwalitatief goed te bouwen. De hoogte van de bebouwing is niet door ons vastgesteld, maar is op advies van de gemeente gegaan. Dus we hebben helemaal niet gevraagd om een bebouwing van 6 meter hoog. Daarnaast zou het dan een rare situatie zijn dat als u allen met elkaar hier aan tafel iets niet mooi zou vinden, dat ik de enige ben in Ommen die het wel mooi zou vinden. Dus ik denk ook dat de onrust over het feit dat als je wat gaat neerzetten, dat de welstandscommissie daar grip op heeft en ook kan bepalen wat wel of niet in die omgeving past, dat geen zorg hoeft te zijn. Dat het vertragend is in de verdere uitvoering van het plan van de zuidelijke vechthoevers. En mede ook omdat de inzienswijzes en eventueel een gang naar de Raad van State parallel kan worden afgewerkt. Dus de argumentatie om ons uit het plan te laten kan niet stoelen op de reden dat het tot vertraging van de invulling van de zuidelijke vechthoevers kan leiden. Ik zou er graag wat bij willen laten. Nou, de schoonheid op het bouwblok komt bij de vergunningaanvraag aan de orde. Het was voorzien dat dit in de raad van 19 november behandeld zou worden. Maar dat betekent in feite dat de raadsbrief op 12 november binnen moet zijn, een week van tevoren. En ik weet niet of dat gehaald wordt. Als dat niet gehaald wordt, dan schuiven we het door. Dan wordt hij doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering na 19 november. Waarvan akte. Goed, komt in feite uit wat ik eigenlijk al verwacht had. Er was aangegeven van dat wij tot ongeveer 9:30 met de commissievergadering. Ik zal even de mensen de gelegenheid geven om de tribune te verlaten. U zult nooit weten wat u mist. Dan stel ik nu de transitie aan de orde. En ik doe een klemmend beroep op u om u in uw vraagstelling te beperken tot het raadsvoorstel en eventuele vragen over de achtergrondinformatie eventueel schriftelijk in te dienen, dan wel in de commissie Sociaal Domein aan de orde te stellen. Wie mag ik het woord geven? Ja, de griffier maakt mij erop attent van dat het inderdaad van volgende week komt, maar de onderliggende vragen over eventueel de bijdragen, die zouden ook in het Sociaal Domein, in de Sociaal Domeincommissie aan de orde kunnen komen. De heer Middelkamp heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, een klein jaartje geleden hebben we toestemming gegeven als raad voor een budget van zo ongeveer 1,2 miljoen voor dit project. En nu wordt er een aanvulling van circa 140.000 euro gevraagd voor Ommen en met Hardenberg bij 563. De VOV-fractie zou heel erg graag een onderbouwing willen van waarvoor deze bedragen worden ingezet. Gaan we ervoor inhuren? Gaan we de ICT verkopen? Gaan we de mensen voor opleiden? Kortom, wat gaan we met dit geld doen? Waarvoor is het nodig?
Vervolgens, voorzitter, wordt er op bladzijde 11 gevraagd om extra capaciteit die nodig is om, voor de beantwoording van vragen van de inwoners. Nu is het zo dat we medio 2014 zijn gestart met het gebiedsteam. We zijn inmiddels een jaar op streek en ik kan me best voorstellen dat er nog steeds vragen zijn bij inwoners. Maar dat daar nu na anderhalf jaar actueel te zijn extra capaciteit voor nodig zou zijn, dat zouden we graag nader van de portefeuillehouder willen zien toegelicht. Dan, voorzitter, en omwille van de tijd zal ik het niet helemaal voorlezen, maar aanduiden. Bovenaan bladzijde 12, de tweede alinea, die begint met grote veranderingen zijn er ook aanstaande op het terrein van welzijn op het, en het voorliggende veld. En dan gaat die alinea nog een stukje verder. Na een paar keer nalezen, voorzitter, snappen wij er geen snars van. En we zouden heel graag die alinea zien toegelicht. En vervolgens in het kader van werk en inwoner wordt gewerkt aan een nieuwe poort. Die valt in diezelfde categorie, daar gaat die alinea nog even verder. We snappen er echt helemaal niets van en dat zouden we graag van u willen horen. En dan tot slot, dat gaat daaronder, we kopen zorg in, ook bladzijde 12. We hebben in de media vernomen dat Ommen meedoet aan een proef zorg in de wijk. En dat er dus op een andere manier, ik zal er niet al te veel omwille van de tijd over uitweiden, zorg inkopen, wijkgericht. En onze vraag is wat dit zou betekenen voor de keuzevrijheid voor de inwoners ten aanzien van het krijgen van zorg en wat dat eventueel aan kwaliteit van de zorg als consequentie heeft. Voorzitter, dat was het in eerste termijn. Dank u wel. Mevrouw Makkega. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me echt beperken tot het raadsvoorstel en niet ingaan op de bijlagen. Eerste vraag is van mij, is van het raadsvoorstel lezend, om van de wethouder te horen, klip en klaar van waar wordt het geld nu voor gebruikt? Of waar wordt het aan besteed? Tweede, wat mij wat verbaasde, was, even kijken waar staat dat, gaat over de PGB-problematiek. Daar wordt aangegeven van dat heel veel vragen, overspoeld met vragen. Terwijl volgens mij in de rapportages tot nu toe juist aangegeven was dat PGB-problematiek wel landelijk speelde, maar hier juist niet zo speelde. Dus ik was daar wat over in verwarring van hoe zit dat nu? Een beetje misschien een vervelende opmerking, maar volgens mij heet ons beleidsplan toch echt om elkaar en niet samen doen. Het staat wel pagina 3 wel een aantal keren samen doen. Ik denk, nu doen we wel heel veel samen. Bij het onderdeel transformatie en samen doen, daar staat aangegeven bij dat we in 2016 het sturen op resultaten binnen de WMO verder ontwikkelen. En dat willen we vooral doen continu in co-creatie. Toen denk ik, nou, dat spreekt me bijzonder aan. Maar dan staat er alleen zorgprofessionals. En ik ben wel benieuwd naar de voorzitter, moet hier ook niet juist die co-creatie met inwoners gedaan worden? Want ik denk dat dat werkelijke transitie is. En tot slot, er staat aangegeven ook van dat meer ingezet wordt op preventie. Er staat nu van 15% wordt geïnvesteerd in preventie en 85% in zorg. En daar staan verder geen streefgetallen voor de toekomst bij. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de streefgetallen voor de toekomst. Tot zover. De heer Maasman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook wij zullen ingaan op het raadsvoorstel. We hebben niet zozeer vragen over het waarom achter deze bedragen, maar wel over hoe een en ander budgetair gaat verlopen. En daarvoor moet ik toch even teruggrijpen op de tweede bestuursrapportage, waar we lezen dat we 116.000 euro ook al in het egalisatiepost hebben zitten en daar wordt voorgesteld om dat aan te houden. Onze vraag is dan waarom er dan toch nu een extra bedrag van 38.250 wordt gevraagd. Ook in herinnering roepend dat er vanuit het Rijk voortdurend wordt aangedrongen op ontschotting van budgetten. Dus wat ons betreft zou dat bedrag helemaal niet nodig zijn, want er staat nog wat voor 2015. Ik praat over het jaar 2015. De tweede vraag die we hebben gaat over het bedrag voor 2016. Daar is de vraag eigenlijk van wanneer we gaan starten met het volgen van de begrotingsdoctrine. We hebben altijd gezegd van dat we verwachte tekorten en overschotten niet compenseren, tenzij ze, zoals er staat, onuitstelbaar of onvermijdelijk zijn. En als ik dan kijk aan de ene kant de ontschotting van budgetten, aan de andere kant het toepassen van de begrotingsdoctrine, waarom hebben we hier dan het voorstel liggen om een extra bedrag van ruim 102.000 euro
vrij te maken voor een derde begrotingswijziging 2016, terwijl we de begroting van 2016 nog niet eens hebben vastgesteld. En de laatste vraag gaat over pagina 5 van het raadsvoorstel. Daar wordt ineens ingezoomd op het bezuinigingsprogramma Meer doen met ommen. En daar heb ik de vraag aan de wethouder of het mogelijk is om eens uit te leggen wat daar nou precies staat en waarom het eigenlijk in het stuk wordt opgenomen. Tot zover onze vraag in eerste termijn. De heer Smits. Bedankt, meneer de voorzitter. In ieder geval zijn we als VVD al zeer verheugd over de gang van zaken. Dat zijn gemeentes die een stuk minder ver zijn, dus zijn wij daar in ieder geval positief over. Toch een aantal vragen. Een stukje van de transitie wordt gesproken over. We zijn tevreden dat we in 2015 al het nodige hebben gerealiseerd. Als er een inschatting gemaakt kan worden, hoe ver zijn we in dit traject? Een stukje transitie 2016, transformatie en samen doen. Hebben jullie het over de vraag van werkgevers? Is er een algemene tendens waar te nemen van de vraag van de werkgevers? En sluit deze aan bij de beschikbare capaciteit? Of populatie, sorry. Geen capaciteit, populatie. Een stukje van samenvattend wordt gesproken over herstelacties en herbeoordeling van PGB-houders. Wat is de reden van de herstelactie? En hadden deze vooraf voorkomen kunnen worden? En naar aanleiding van de bijlagen. In Samen Doen Teams is veel scholing en opleiding ingezet. Hoe verhoudt zich dit met andere werkzaamheden? Met ingang van 1 juli is binnen de participatiewet de kostendelersnormering van toepassing. Nou, was mijn vraag van, heeft dit financiële consequenties, zowel in positief of negatief, op de begroting? Een stukje over de jeugdzorg. ICT-koppelingen tussen zorgaanbieders, BVO en gemeentes is nog niet optimaal. Wanneer is de verwachting dat dit wel goed werkt? En zijn hierna verwachting extra kosten mee gemoeid? En een stukje werkspoor. Het aantal plaatsingen met combinaties van SW-medewerkers en inwoners met een uitkering in het kader van de participatiewet. Groeit dit ten opzichte van de nulmeting en loopt dit in de pas met de verwachting? Dat waren mijn vragen. De heer De Vries, Robles. Dank u, voorzitter. Voorzitter, het stuk wat nu voor ons ligt is eigenlijk alleen maar financieel gemotiveerd. En dat doet ons enigszins verdriet, want wij hebben eigenlijk, ondanks het feit dat we nu wat incidentele gelden voor 2015 nog extra beschikbaar stellen vanwege wat extra drukte in het Samen Doen Team. En ondanks het feit dat we voor 2016 extra geld ter beschikking stellen omdat er in de transitie nog wat nagekomen herbeoordelingen en dat soort dingen moeten plaatsvinden. Het is begrijpelijk dat dat extra werk extra geld kost. Maar we hebben nog zo ongelooflijk weinig zicht op datgene wat we nu werkelijk realiseren. Dat wil zeggen van, ja, komen we nou uit met het budget wat we ervoor gesteld hadden? Ja, dan nee. Daar hebben we nog ontzettend weinig zicht op. En de tweede factor waar we heel weinig zicht op hebben, en dat is in mijn ogen iets waar we nog veel urgenter iets mee moeten, dat heeft te maken met de hele transformatie. We hebben het over sociaal contracteren, maar we hebben volgens mij nauwelijks in de raad met elkaar bediscussieerd wat we daar eigenlijk onder verstaan. Welke normen wij daar aanleggen, welke effecten we daarmee beogen en hoe we die kunnen meten. Dat wil zeggen, we hebben het eigenlijk over een black box begrip, waarbij we door nu toe te stemmen in die financiële verandering eigenlijk nog steeds geen zicht hebben op wat we nou daadwerkelijk willen bereiken. Met andere woorden, ja, ik denk dat we deze middelen gewoon ter beschikking hadden, want we hadden immers een stelpost opgenomen. Dus die hebben we gewoon. Maar aan de andere kant, we moeten wel op een gegeven moment natuurlijk is de stelpost op en dan moeten we de effecten realiseren die we graag willen realiseren. En daar moeten we met elkaar over spreken. Dus u wilt over een ander onderwerp spreken? Voorzitter, want wat hier gebeurt is een financiële oplossing voor iets waar we nog steeds, laten we zeggen, onvoldoende zicht hebben op de resultaten die we willen bereiken. Ja, en wij stellen dit geld ter beschikking om resultaten te bereiken. Dat zou ik vanavond niet aan de orde willen stellen, want dan, volgens mij is dat een apart agendapunt. Maar voor mij wel. En ik heb de tijd te bewaken en het onderwerp te bewaken. Het woord is aan de heer Schelen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal proberen het ook zo kort als mogelijk te houden. Zowel de heer Middelkamp als mevrouw Makkinga gaf aan van goh, kan de onderbouwing worden gegeven van waar dit geld nu precies voor nodig is. In beginsel hebben wij vorig jaar inderdaad, heeft de heer Middelkamp ook aangegeven, al uitgelegd van wat voor type van kosten wij nodig hebben om de transities en ook de transformatie gewoon inhoudelijk te begeleiden. Wij zijn erachter gekomen, en dat is dit jaar, dat er extra actie en extra capaciteit nodig was om met name een ongelooflijk forse slag te maken als het gaat om de herbeoordelingen. We hebben met name op het gebied van de huishoudelijke hulp, maar ook van de AWBZ, stevige herbeoordelingen moeten doen. En dat doen wij op een zorgvuldige wijze. Dat doen wij via keukentafelgesprekken. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar, hè, dat dat op die wijze gebeurt. En we hebben met elkaar ook vastgesteld van nou, dat is een extra slag. Dat kost wat extra meer tijd dan gedacht. Dat is de voornaamste extra kostenpost die we hebben. De tweede die vooral ook speelde was dat wij erg veel vragen kregen als gemeente over zeg maar de PGB's. En mevrouw Makkinga heeft gelijk dat het inhoudelijke PGB-werk van de gemeente op zichzelf genomen naar verwachting verliep. Maar wat we merkten was dat er heel veel mensen gewoon in Ommen allerlei vragen hadden over de PGB's. Over de hoogte ervan, over de afwikkeling van de sociale verzekeringsbank en wat iets meer zei. En dan kun je zeggen als gemeente, daar gaan wij niet over. En strikt genomen is dat zo. Wij hebben ervoor gekozen om toch die mensen terzijde te staan en te helpen bij die bevraging. Nou, dat is een extra geweest. En je merkt gewoon dat deze nieuwe grote operatie toch moeilijk is in te regelen. Lastiger te schatten dan eerst gedacht. We merken dat we wel steeds beter op regel komen. Maar dit was dan een extra kostenpost. En uiteraard zullen we dat zeg maar ook precies maken bij de jaarrekening. En dan komen wij met die precieze onderbouwing zoals gevraagd. Maar dit is in feite de extra kostenpost waar we het over hadden. En richting heer Middelkamp zijn dus ook met name zaken die we inderdaad in 2014 nog niet hadden voorzien. Dat is ook wel logisch, want de problematiek van bijvoorbeeld de sociale verzekeringsbank is ging juist pas vorig jaar, echt einde 2014, echt spelen. En het verhaal van de herbeoordelingen, dat speelde ook pas dit jaar. Dan had u een tamelijk onbegrijpelijke zin gezien over de welzijn en het sociaal ondernemen. Ik heb die passage ook nog eens doorgelezen en ik ben het met u eens dat die niet helemaal helder is. Dus wat dat betreft gaan we dat verbeteren. De kern komt erop neer dat wij zeg maar ook aan onze welzijnorganisaties gaan vragen om op een andere wijze te werken. Dat bedoelen we met sociaal ondernemerschap. Dat bedoelen we met innovatief werken. En dat betekent dat de klassieke welzijn, hè, die zeer sterk in de uitvoering zit, zullen vragen om veel meer vrijwilligers te begeleiden en te coachen, juist om dat nieuwe werken ook in het sociaal domein mogelijk te maken. We komen daar zeker nog verder over te spreken. We hebben het over sociaal contracteren gehad. En ik stel u voor om dat in de klankbegroet sociaal domein nog eens extra aandacht te geven. Dan had de heer Middelkamp nog de vraag over de zorg in de wijk. Dat project is een project wat strikt genomen buiten de gemeente valt, want dat is het Achmea-project over de verpleging. Het is uiteraard wel zo dat wij richting Achmea, Zilverkruis moet ik eigenlijk zeggen, natuurlijk hebben aangegeven dat wij het van groot belang vinden dat dit in goed overleg ook met onze huisartsen blijft wordt uitgevoerd. En zoals u weet zijn daar ook zeg maar nu gesprekken over gaande. Dan mevrouw Makkinga had ook inderdaad een vraag over de besteding en de PGB's. U heeft volkomen gelijk dat het beleidsplan inderdaad om elkaar heet. Excuus voor deze fout. Dat gaan we verbeteren. Dan zei u 2016 sturen op resultaat en daar staat de zorgprofessional. Daar heeft u een kern te pakken. Inderdaad is het zo dat we juist vanwege onze systematiek van keukentafelgesprekken bij burgers met de mensen die om hem heen staan, hè, de onafhankelijke cliëntadviseurs, tezamen met de zorgprofessionals tot de resultaten moeten komen. Dus dat heeft u goed gezien. Dat is in ieder geval de systematiek. Zo heb ik het met elkaar afgesproken en zo gaan we dat doen. Een moeilijke vraag die u stelde was over de streefgetallen van de preventie.
We hebben de monitor nog eens goed te gaan in de klankbordgroep Sociaal Domein. En dan zal ik dit punt eens even expliciet meenemen. Ik zeg u nu al toe dat we daar zeker het gesprek over gaan voeren. Ik zeg u ook dat het heel lastig is om daar echte streefgetallen op te zetten. Waarom? Omdat je juist bij preventie heel moeilijk bijvoorbeeld gezondheidswinst kunt duiden. En je kunt wel aangeven dat je wilt dat je minder op de echte verzorging wil sturen. Dat snapt iedereen. Hè? Maar dat je daar echt een getal aan kunt hangen, dat zal heel lastig zijn. Maar goed, we gaan het er zeker over met elkaar over hebben. Dan de heer Marsman. Had twee vragen over het verloop van het geld en de egalisatieposten. En ook zijn kritische bemerking over de begrotingsdoctrine. In beginsel heeft u natuurlijk gelijk. De begrotingsdoctrine is dit jaar op het punt van het sociaal domein niet geheel gevolgd. Dat is gewoon waar. Deels hing dat samen met het feit dat wij in 2014 natuurlijk niet konden inschatten wat precies de activiteiten zouden zijn op het gebied van het sociaal domein. Heel veel was nog niet bekend. Sterker nog, heel veel is nu nog niet eens bekend. Wij zijn sterk afhankelijk van externe partijen. Denkt u vooral aan de jeugdzorg. En we proberen dat zo goed als mogelijk in te regelen. Deels komt het ook omdat wij in regionaal verband natuurlijk die jeugdzorg doen. Maar dat betekent wel dat we met elkaar er ook afspraken moeten maken van oké, hoe zien we dat jaar 2016 voor ons. Wij hebben gezegd 2015 is dus een bijzonder jaar. Maar in 2016 moet ook het sociaal domein, ook de transities, ook de transformatie volledig meedraaien in de PNC-cyclus. Dat is een harde wens. Die hebben wij ook in regionaal verband geuit. En daar gaan we gewoon voor. Wat betekent dat nou voor de egalisatieposten? Nou, kijk, de egalisatieposten is natuurlijk met name bedoeld om, juist omdat we het niet precies wisten, toch een zekere buffer te hebben voor bepaalde risico's. We hebben nog steeds wat over. We hebben nog steeds een stukje egalisatiepost staan. Dat is op zichzelf genomen positief, denk ik. In 2016 zal het wel betekenen, passend in de PNC-cyclus, en als dat uw indirecte opmerking is, dan ben ik geheel met u eens. Als daar dan geld overblijft, dan gaat het gewoon volgens de regels van het spel terug in de algemene reserve. Dan vroeg u nog naar het bezuinigingsprogramma Meer doen met Ommen. Hoe zit dat dan? Nou, het is zo dat wij ten tijde van het bezuinigingsprogramma hebben afgesproken dat juist omdat we combineren, juist omdat we samen ook met Hardenberg optrekken, wij efficiëntiewinst zouden willen boeken in de uitvoering. En dat hebben we taakstellend opgelegd op de organisatie. En de organisatie heeft dat ingeregeld en u kunt uit deze stukken ook opmaken dat die bezuiniging wordt gerealiseerd. Dan de heer Smits. Allereerst uw mooie eerste bijdrage. Welkom. Hoe ver zijn we nu met de transities en de transformatie? Dat is natuurlijk een hele fundamentele vraag. Eigenlijk hebben we gezegd van laten we in ieder geval die transitie gewoon goed doen. We zorgen voor zorgcontinuïteit. Mensen mogen niet buiten het boot vallen. Maar waar het mogelijk is, doen we al een stukje transformatie, verandering. En daar ben ik het wat minder eens met de heer De Vries-Lobles, dat we niet zouden weten wat we met die transformatie willen. Ten diepste is transformatie gewoon dat we het gewoon op een andere wijze willen doen. We gaan niet meer op de klassieke wijze, zoals bekend was, in de zin van een bepaald recht vastzetten in een regel en een voorziening toepassen. Nee, we gaan na wat strikt nodig is in een bepaalde situatie. Dat is ten diepste transformatie. En dat doen we, en dat was ook het antwoord aan mevrouw Markinga. Niet alleen de zorgprofessional bepaalt dat, dat doen we juist in gesprek, een keukentafelgesprek met de klant, met de burger zelf. Dat is ten diepste transformatie. En dat willen we over het hele domein van het sociaal domein invoeren. De werkgevers, hoe kijken die er naar? Dan gaat, neem ik aan, vooral over de zorgwerkgevers. Nou, het goede nieuws is dat wij in Ommen en ook trouwens Hardenberg behoorlijk voorop lopen met nieuwe vormen van contractering. Het heet dan sociaal contractering, waar we samen de resultaten vastleggen. En wat blijkt is dat we nog deze maand de contracten kunnen tekenen, ook definitief. En er is geen enkele werkgever afgevallen, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat is denk ik al een mooi teken dat dat relatief goed gegaan is. Over de PGB-herstelactie heb ik al iets gezegd.
Helaas was dat dus nodig. En we hopen maar dat we zeg maar, met alle acties die we hebben ondervonden, in ieder geval de burgers voldoende informatie hebben kunnen geven, voldoende hebben kunnen doorverwijzen. En dat daarmee die rust ook behoorlijk er is. Het Samen Doen team doet inderdaad veel aan scholing. Dat vinden we belangrijk. Juist omdat we vinden dat die Samen Doen teams integraal moeten werken. En juist vanwege de herkomst van de professionals van verschillende organisaties, vanuit jeugdzorg, vanuit AWBZ en wat iets meer zijn, is het natuurlijk heel belangrijk om ook zeg maar, de kennis op te doen vanuit die andere domeinen. En we merken dat dat integrale werken wel steeds beter komt. Kostenverdelingsaspect, daar hebben de eerste berekeningen inderdaad al van binnen. Het lijkt erop dat dat weinig effect heeft. Op het moment dat ik daar betere cijfers voor heb, dan ben ik graag bereid om die schriftelijk toe te sturen. Over het werkspoor, daar heb ik volgende week krijg ik daar rapportage over. De eerste tekenen laten zien dat we inderdaad behoorlijk succesrijk zijn. Maar aan de andere kant, en dat betekent dus dat we uitstroom realiseren. Aan de andere kant zien we ook nog wel behoorlijke aanwas. Mensen die dus werkloos worden. De crisis is om en nog niet voorbij. We merken dat bijvoorbeeld in de bouw dat nog steeds niet klaar is. Maar die preciezere cijfers hoop ik u nog deze maand te kunnen verstrekken. Dan de heer De Vries van Bes. Dit stuk is inderdaad redelijk financieel zeg maar, ingeschreven. Dat is waar. Dit is ook een vervolg natuurlijk op het eerdere inhoudelijke stuk wat wij in juni u gepresenteerd hebben. Hè, van hoe de tussenstand is. Als uw punt is van, we moeten echt nog eens keer fundamenteel praten over de transformatie. Be my guest. Daar zie ik dan naar uit. Laten we dat in de klankbordgroep sociaal domein doen. Tot zover, voorzitter. Wie meldt zich voor de tweede ronde? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u. Wij hadden een viertal vragen en één van die vragen is niet beantwoord. Bladzijde 11, vierde alinea van onder. Dat is misschien het makkelijkst om het terug te vinden. Daar staat dat er extra capaciteit nodig is voor de vragen die de burgers hebben. En ik gaf al aan dat we anderhalf jaar met elkaar op streek zijn. En dat er natuurlijk nog steeds vragen zijn, maar dat daar nu na anderhalf jaar extra capaciteit voor nodig is. Daar zal een aanleiding voor zijn. Zouden we graag willen weten wat daar precies de oorzaak van is. Wat betreft de onderbouwing van die 140.000 euro zijn we nog niet helemaal tevreden en zullen we ons wellicht de komende dagen richten tot de ambtelijke organisatie om wat dieper op de getallen in te gaan. Maar dat zien we dan op dat moment. Voorzitter, dank u. Voorzitter, dat lijkt me een hele goeie. En wellicht kunt u dan direct ook even vragen naar die diepere betekenis van die passage op pagina 11. Met de constatering dat dit volgende week bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt, kunt daar dan de pijlen op richten. Dan gaan we nu over naar de overdracht exploitatie over luchtvaart Oldevechte. Wie wenst daarover het woord? De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is 9:56, dus ik zal doorlezen. Het is in ieder geval goed om in de stukken te lezen, voorzitter, dat 2015 het overgangsjaar behoorlijk goed uitpakt voor het zwembad Oldevechte. En het stichtingsbestuur in de gemeente Ommen bedoeld zal zijn het college voldoende perspectief zien voor het voortzetten op de huidige wijze. En dat betekent dan het voornemen om de exploitatie over te dragen aan de Stichting Openluchtbad Oldevechte. We hebben er wel een paar vragen bij die mogelijke overdracht. En de eerste gaat over de vrijwilligers. We horen en lezen over een breed draagvlak onder de bevolking. Tegelijk is er kennelijk sprake van twee soorten vrijwilligers, algemene en die voor toezicht houden in aanmerking komen, zeg maar de badjuffrouw en de badmeesters. En onze vraag is of deze waarneming klopt of dat wij dat verzinnen. En zien we het dan juist dat nog los van het vasthouden van het totaal aantal vrijwilligers, je zit zo'n eerste jaar altijd met een opstartjaar en dan de vraag kun je dat volhouden, dat het aantal toezichthoudende vrijwilligers een probleem vormt. Dat is een vraag, lezen we dat goed. En als er dan de zin staat dat professioneel toezicht altijd nog weer kan dienen als vangnet, heeft het dan in financiële zin nog een gevolg? De afstemming met het zwembad, de carousel, die vinden we prima. Dat is een goed gegeven. Door goede afspraken is er dan ook geen concurrentie. Maar kennelijk ligt dat wat anders met het Wulpenstrandje.
Dat is geen directe concurrent. En daarmee lezen wij wel een indirecte. En dat blijkt eigenlijk ook wel over het vervolg van de toelichting. Dat de inrichting van het strandje de schuld krijgt van het aantrekkelijk zijn. Het heeft, zo staat er, een aanzuigende werking op creatief bezoek. En wij snappen dat het niet bedoeld is voor het zwembad, maar voor het strandje. En is nu het onderzoek wat aangekondigd wordt naar verplaatsing van het strandje. Hetzelfde onderzoek als waarover het raadsprogramma spreekt om verbreding van het strandje en waarover het college uitvoeringsprogramma spreekt. Dan een vraag over financiën. Er is sprake van een verlenen van meerjarige subsidie. En onze vraag is of dat niet het karakter krijgt van een structurele subsidie. En dat willen we toch helemaal niet. Kennen we tenminste wel wat andere gevallen waarin dat niet doorgaat. Dan een volgende vraag over de subsidie. 42.000 per jaar en een investeringsbijdrage van 70.000 en dan in 2016 40. Een vraag in dit verband, is die 70.000 dan geen subsidie? En waarom wordt deze in 3 jaar en niet in 4 jaar afgebouwd? Dat zou voor de begroting ook nog wat schelen, denken we. Dan de laatste vraag, voorzitter. Moeten we begrijpen dat alleen de parkeermaatregelen bij het Wulpenstrandje na afloop van het seizoen 2016 worden geëvalueerd en niet de exploitatieresultaten? Graag een toelichting erop, want naar ons idee zal er toch een moment mogelijk moeten zijn om tot zakelijke conclusies te komen. Bedankt. De heer Bommers. Ja, dank u wel, voorzitter. Alvorens ik mijn vraag stel, zou ik alle betrokkenen, waaronder de vrijwilligers, de ambtelijke organisatie, maar zeker ook de wethouder, willen bedanken voor de constructieve samenwerking die hebben geleid tot dit resultaat. Ik heb zelf kunnen ervaren hoe goed het zwembad gerund is afgelopen seizoen. En ik hoop dat dat nog vele jaren zo is. En dan kom ik op mijn concrete vraag. De heer Van der Moor heeft wat meer in detail voor me gedaan. Maar waar wij wel behoefte aan hebben is een soort hardheidsclausule. Want de eerste 3-4 jaar lijken goed afgedekt in samenwerking. Maar er zitten natuurlijk al een aantal onzekerheden in. En laat ik heel concreet zijn. Wij zouden het toch jammer vinden dat het na 3 of 4 jaar toch helaas op een of andere manier, gebrek aan vrijwilligers, financieel probleem of wat dan ook, of slecht weer, dat dan er toch alsnog het doek zou vallen. Dus wij zoeken toch naar een soort hardheidsclausule. Is die er? En zo ja, hoe ziet die eruit? Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Lagas. Dank u wel, meneer de voorzitter. De meeste vragen rondom vrijwilligers zijn al gesteld. Daar zal ik dus niet meer op terugkomen, ook in het kader van de tijd. Nog wel even een aanvulling op datgene wat de heer Bongers aangeeft. En ik denk dat hij waarschijnlijk wel hetzelfde bedoelt. Je hebt gewoon echt een vangnet nodig, zoals het mislukt en hoe wordt het ingebouwd. En in dat kader misten wij eigenlijk toch wel een beetje wat zwaarder onderbouwen in de risicogedeelte. Dat vonden we wat korte termijn gekeken. En ik had wel wat zwaardere risicoparagraaf daar verwacht. En nog even een puur praktische vraag. De investering waar net al naar gemeld is, die van die 70.000 over die 3 jaar. Dat klinkt een beetje naar een begrotingsvraagstuk. Wat nog volgende week aan bod komt in de gemeente. Maar of over de begrotingsvergadering. Of was dat een voorwaarde om deze manier het over te laten gaan? Want dan hadden we daar wel graag een toelichting op willen hebben. Die stond er zodanig niet in. En nog even een heel klein technisch vraagje. Er wordt keurig netjes verwezen naar de kosten van de parkeerplaats. Om die te gaan betalen uit de bijdrage van die 40.000 voor het komende jaar. Maar we misten eigenlijk een beetje een kostenrichting voor het onderzoek voor een ander strandje. Ik neem aan dat daar ook wel een bedrag voor gereserveerd moet worden. En komt die dan uit dezelfde pot? Tot zover, eerst ermee. De heer De Vries-Robles. Dank u wel, voorzitter. Nou, het is eerlijk gezegd verheugend te constateren dat, alhoewel alle kosten nog niet geboekt zijn, er een voorlopig exploitatieoverschot van 20.000 euro in het vat zit. Dat geeft in ieder geval aan dat de richting die wij gezocht hebben om het zwembad op een andere manier te exploiteren, in ieder geval voor het eerste jaar relatief succesvol verlopen is. Dat betekent dan ook, garanties zijn natuurlijk nooit te geven, maar er is hier wel degelijk sprake van een situatie waarin we als gemeente in ieder geval kunnen bezuinigen. Terwijl er wel sprake is natuurlijk van een langjarige, meerjarige subsidie voor de club die het gaat exporteren. We kunnen niet anders zeggen dan dat we hopen dat dat gecontinueerd kan worden en dat daar geen risico's optreden zoals mijn andere
raadsleden daar ook naar gevraagd heeft. Wat wel eigenlijk de enige vraag die nog in het verhaal zit, is ja, dat gezamenlijk parkeren op die plek. En daar zit je een beetje te concurreren om ruimte. En het is heel voorstelbaar dat in drukke zomers daar het zwembad inderdaad in de knel kan komen, omdat er onvoldoende verkeerruimte is. Daar hebben we een oplossing voor. Maar de vraag die daar natuurlijk altijd weer bij gesteld wordt is, hoe zit het überhaupt met de handhaving? Kun je wel controleren of een auto aan de ene kant staat of aan de andere kant, of er sprake is van zwembadbezoek? Ja, ik, eerlijk gezegd heb ik daar een groot zwart hard hoofd in. En heb ik dus het gevoel van dat we daar een beetje een surrogaatoplossing voorstellen. In ieder geval zou ik nog graag iets meer willen horen hoe dat inderdaad soelaas kan bieden voor de problematiek die hier geconstateerd is. Namelijk dat de parkeerruimte beperkt is en dat het zwembad daar graag in ieder geval een deel gereserveerd wil zien voor bezoekers die specifiek voor het zwembad komen. Dank u, voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, je ziet me weer dat succes meerdere vaders heeft. Want als je even terugkijken, is dit succes te danken aan de heer Asmani en de heer De Jonge, die een motie hier hebben ingediend. En gelukkig is dat een succes geweest. Want als ik het stukken goed lees, en ik wil ook zeker de vrijwilligers niet tekort doen, want die hebben daar heel goed aan meegewerkt. Maar over dat succes gesproken, want ook een zwembad laat je niet zwemmen, voorzitter. En een aantal voorgangers hebben het al aangegeven, ik ben heel nieuwsgierig van over de risico op de lange termijn. Want er zit, en dan moeten we onze ogen ook niet versluiten, als we 3 jaar slecht weer hebben, dan zit er een groot risico aan. En ik miste in een stuk de ondersteuning vanuit onze organisatie, want ik vind dat we die plicht zeker hebben als gemeente, maar ook als gemeenteraad, om te zorgen dat er ook in slechte tijden het een succes blijft. Dus ik wil graag horen van de wethouder hoe hij daar tegenaan kijkt en op welke wijze hij hier het succes laat blijven. Voorzitter, ja, ik was ook zeer verrast over in dit stuk de paragraaf GH over het strandje en het parkeren. Want in mijn belevenis heeft dat helemaal niets met de overdracht te maken. En ik zou graag op termijn een degelijk plan, en eigenlijk schrijft u het ook wel, willen zien van hoe we dat parkeren daar goed gaan reguleren. Want ik herinner me, zoals u het hier omschrijft, was het in mijn kinderjaren, dat is heel lang geleden, was het precies zo gesitueerd met een beukenheg en een parkeerplaats en een uitgangetje aan de achterkant. Daar ben ik voorstander van, maar laten we niet het strandje, de vervuiling rond het strandje, meenemen in de overdracht van het zwembad. Want daar zou ik graag, dolgraag een heel apart voorstel voor hier in de raad zien. Toen u jong was, gingen mensen lopend of op de fiets naar het zwembad, meneer De Jonge. Mevrouw Bakelaar. In Lingelo, maar niet hier hoor. Dank u wel, voorzitter. Ja, een heleboel is inderdaad al gezegd, maar toch ook van de kant van het CDA heel veel complimenten over al het werk wat verricht is door zowel het stichtingsbestuur als ook al die vrijwilligers. Maar tegelijkertijd wel even teruggaan naar het vorige thema van transitie, transformatie. Bij ons de vraag in hoeverre de welzijnsinstelling ook goed wordt ingezet bij, om het zo maar te zeggen, het werven van vrijwilligers. Maar niet alleen dat, en de heer De Jonge gaf dat ook al aan, hoe gaat de eigen organisatie ook actief om met zaken waar bijvoorbeeld het stichtingsbestuur wat moeilijker ook de middelen voor heeft als je kijkt naar communicatie. En daar lees ik in het stuk eigenlijk niets over. Ja, er worden wat onderwerpen door elkaar gehutseld. En één ding is duidelijk, het strandje ligt in de weg en het zwembad wil vrij baan. Maar wat ons betreft wordt dat iets te veel door elkaar gehaald. En ook concurrentie waarvan wij zeggen, dat is niet volgens mij de concurrentie. En ook niet de bezoekers van het strandje zijn andere bezoekers dan die van het zwembad, naar ons idee. Dus wij zien het verplaatsen van het strandje, zoals u aangeeft, naar een ander gedeelte van de Vechthoever niet als een oplossing. Voor ons hoeft dan ook een dergelijk onderzoek niet. En ik ga er dan ook vanuit dat het een ander onderzoek is dan datgene wat in het raadsprogramma staat. Mocht dat hetzelfde onderzoek zijn, nou, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe u dat voor u ziet. Ja, als het gaat om de gewijzigde inrichting van de huidige parkeerruimte, dan is dat sowieso, denk ik, altijd goed om daarna te kijken hoe dat zo goed mogelijk kan worden ingeregeld. Maar ook handhaving speelt daarbij een rol. Het hoort alleen niet bij dit onderwerp, lijkt ons. En ik denk, een aantal andere sprekers hebben het ook al aangegeven,
Er wordt een meerjarig perspectief geboden en het plafond aangegeven. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. En ik denk dat we ook ons moeten realiseren dat als we hier nu ja tegen zeggen, dat het stichtingsbestuur hier ook ja tegen zegt. En dat we ook een meerjarig contract met elkaar aangaan. En het zou wel mooi zijn om dat iets meerjarig te laten zijn dan nu in de getallen staat. Want je gaat uiteindelijk iets langer door. En inderdaad, als je slechte zomers hebt, wat ga je dan doen met een exploitatie? Komen we dan ieder jaar met elkaar in gesprek van nou, we hebben het nu niet gehaald, dus er moet meer geld bij. Kunt u daar iets over zeggen? En ik ben benieuwd, hè, want er wordt toch aangegeven, er heeft nu goede samenwerking plaatsgevonden tussen het binnenbad en het buitenbad. Dus carousel en het buitenbad. En er wordt aangegeven, u geeft althans aan, in de toekomst zal een zekere maat van samenwerking ook nog plaatsvinden. Maar ieder gaat wel eigen koers. Hè, eigen, dat snappen we. Het wordt er alleen heel voorzichtig gezet. En wordt er gekeken naar optimale samenwerking. Ook nog juist als je kijkt naar het professionele vangnet. Want daar kunnen misschien wel mooie combinaties gemaakt worden. Dat was het in eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. De wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik maar moet beginnen met eer wie ere toekomt. De heer De Jonge en de heer Asmani hebben eertijds dit idee geventileerd. Namelijk, laten we eens kijken of we het zwembad, het openluchtbad, door vrijwilligers kunnen laten draaien. En als we het afgelopen jaar bekijken, dan kunnen we alleen maar constateren dat dat heel goed gegaan is. Inderdaad, alle eer ook aan die vrijwilligers die daar met heel veel inzet een prima resultaat neer hebben gezet. De heer Van der Mooren zegt terecht, er zijn twee soorten vrijwilligers. Vrijwilligers die doen, die opruimen, die de kaartjes verkopen en dergelijke. En de vrijwilligers die ook toezicht kunnen en mogen houden. Want er zijn natuurlijk ook eisen aan. Hij heeft goed gezien dat die laatste groep, dat daar wat zorg voor is. Dat is extra reden geweest om in te zetten op extra scholing, ook voor deze mensen. Er is ook heel veel wens op. En dat is ook te bekostigen uit de post die wij daarvoor hadden gereserveerd als een soort vangnet, die €34.000 die eertijds in februari al is genoemd. Professionele ondersteuning als een vangnet moet u daar zien. Maar dat is in feite echt een vangnet. De inzet is nadrukkelijk om bestaande vrijwilligers inderdaad te scholen, zodat ze badmeester of badjuffrouw kunnen worden. Dat is nadrukkelijk de inzet. De heer Van der Mooren, ja, eigenlijk iedereen vroeg ook van, ja, hoe zit het nou eigenlijk met het strandje en is dat nou echt de concurrentie, et cetera. Nou, daar kun je heel veel over zeggen. Laat ik me beperken tot datgene wat we in ieder geval nu voorstellen, ook in overleg met het stichtingsbestuur. Laten we het parkeren daar in ieder geval wat reguleren. Dat betekent dat we het parkeren voor het zwembad een beetje aantrekkelijk maken en voor het strandje wat onaantrekkelijker maken. En we hopen dat daarmee de wens van het stichtingsbestuur voldoende is geborgd. Betekent dat een enorm handhavingsprobleem? We denken dat dat meevalt. Juist ook omdat de vrijwilligers zelf zijn die daar natuurlijk ook de burgers op zullen wijzen. Maar als gezegd, je weet het nooit met handhaving. En dat was nou expliciet de reden voor ons om te zeggen, dat gaan we nou gewoon eens over een jaar bekijken. Evalueren heet dat dan. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Betekent dat nou dat er op voorhand daar grote twijfels over zijn? Nee, want de heer De Jonge zei het inderdaad ook al terecht. Vroeger was het inderdaad ook al zo. En of dat nou veel of weinig auto's toen waren, weet ik verder niet. Maar we gaan dus wel weer naar die situatie terug. De heer Van der Mooren zegt dan van, goh, gaan we nu naar meerjarige subsidie toe? Antwoord ja, want dat is nou juist precies de bedoeling. Wij willen het mogelijk maken dat de stichting ook meerjarig sterk wordt. En dat betekent dus dat je inderdaad toe wil naar een situatie waarbij zij ook perspectief hebben. En dat betekent zowel structureel iets, dat staat in de cijfers genoemd, als wel ook een incidentele subsidie, noem het een bruidsgat, van maximaal €70.000. U heeft gelijk, meneer Van der Mooren, dat je daar een ander tempo op kunt zetten. We hebben afgesproken, dat hebben we in februari afgesproken met elkaar, dat we dat in 3 jaar zullen doen. Eerst 40.000 max, dan 20, dan 10. Dat had ook een ander ritme kunnen zijn.
Maar goed, we hebben het zo afgesproken. En ik denk dat juist gelet op het feit dat de stichting zich zo heeft bewezen dit jaar, dat die afspraak van februari, nou, in ieder geval het college zou nadrukkelijk toch willen pleiten om die afspraak dan ook gestand te doen. Dan de heer Bongers. U vroeg met name, en dat denk ik dat een hele fundamentele vraag is, naar van goh, hebben we nu ook enigszins geborgd dat het ook door kan blijven gaan? Nou, ik denk dat er een aantal zaken zijn die daar wel in meehelpen. Eerste is natuurlijk gewoon het enthousiasme van de vrijwilligers zelf. Dat is ongekend. Is echt ongekend. En het is niet alleen enthousiasme van vrijwilligers, het is ook in combinatie met deskundigheid. Ik stond er echt van te kijken hoe deskundig de vrijwilligers waren die ook de gemeente bevroegen op ook hele zakelijke zaken. Dat is één. Twee, er is natuurlijk ook een behoorlijke waarborg door de gemeente zelf. Want weliswaar is de exploitatie straks in handen van de stichting, maar de grote kosten, de kapitaalslasten, het groot onderhoud, et cetera, dat blijft bij de gemeente. Dus het risico wat er is, is dus eigenlijk alleen die personele component. Dat is wel een behoorlijke component, dat weten we met elkaar, maar is wel een beperkte component. En het is inderdaad een zaak van, goh, hebben we dan eens een keer een slechte zomer, kunnen we dat dan opvangen? Nou, dat is exact de reden om in dit voorstel ook mogelijk te maken dat de stichting mag sparen. Tot een bedrag van maximaal 75.000 euro. Dat hebben we gewoon voorgesteld. En dan maar hopen dat volgend jaar niet direct er een probleem is. Ja goed, je kunt dat niet helemaal natuurlijk voorspellen. We hebben met het stichtingbestuur afgesproken dat volgend jaar nog net zo'n zomer is als deze keer. Maar ja, dat kun je niet helemaal garanderen. Maar terecht, en dat is al wel vastgesteld, dit jaar heeft dat stichtingbestuur al wel gerealiseerd een overschot van 20.000 euro. Nou, dat is natuurlijk klasse. Dus er is al wel enige ruimte, om het zo maar eens te zeggen. Verder is het natuurlijk aan u. Dus op het moment dat wij volgend jaar of over 2 jaar of over 3 jaar het idee hebben van goh, er moet toch iets bij, nou dan is dat is gewoon een politieke afweging. Maar ik stel wel vast dat in ieder geval al een enorme bezuiniging is gerealiseerd. Laten we dat ook langs die kant eens bekijken. Ook mevrouw Lagasse vroeg naar dat vangnet. Ik hoop dat daarmee de vraag ook is beantwoord. En die 70.000 euro was inderdaad een voorwaarde en zo hebben we het ook in februari met elkaar besproken en afgesproken. En wij zien weinig noodzaak om dat nu te veranderen. Nou, op het strandje heb ik, dacht ik, ook al het nodige gezegd. De heer De Vries wees inderdaad al op het overschot. Langdurige subsidie dus als inderdaad een garantie. Wij moeten inderdaad toe naar een miljardensituatie. En ik hoop dat met die Haag we het strandje in ieder geval voldoende aantrekkelijk hebben gemaakt voor het parkeren bij het zwembad en niet andersom. En als gezegd, dat gaan we evalueren. De heer De Jonge. Ook de heer De Jonge vroeg naar het risico en het strandje, dacht ik dat heb beantwoord. Mevrouw Bakelaar vroeg nog naar van goh, worden die vrijwilligers goed ondersteund? Ja, dat gebeurt. Wij hebben natuurlijk ons eigen vrijwilligerssteunpunt, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en dat wordt dan gemakeld. En vrijwilligers die bij het zwembad te werk willen worden gesteld, die kunnen zo worden doorgeleid. Maar dat vind ik toch wel heel bijzonder. We merkten dat de vrijwilligers van het zwembad zelf in staat waren om heel veel zelf als het ware te regelen en te organiseren. Daar hebben we eigenlijk niet eens veel last van gehad, om het zo maar eens te zeggen. Vind ik erg knap. Communicatie, dat is wel een aandachtspunt, daar heeft u groot gelijk in. Vooral ook omdat men dit jaar heeft geëxperimenteerd met gevarieerde openingstijden. Je merkt wel dat met sociale media je daar veel in kan. Maar daar moeten we echt nog eens een keer goed naar kijken. En dus vind ik een hele goede suggestie. Ga ik ook zeker meenemen in het gesprek met het stichtingsbestuur. Het strandje hebben we het over gehad, inclusief de inrichting. Meerjarig verhaal hebben we, dacht ik, het ook over gehad. En dan de samenwerking tussen binnenbad en buitenbad. En die blijft ook. We hebben sowieso natuurlijk hele goede afspraken gemaakt. Gemeente en de stichting. Dat heet dan demarcatie van wat doe jij, wat doe ik. Dat heeft er onder andere toe geleid dat we hebben gezegd dat onderhoud, nou laat ook het kleine onderhoud bij de gemeente, want dat heeft directe gevolgen ook voor het grote onderhoud. Maar de stichting kan wel iets meer doen op het gebied van het groen onderhoud. Nou, prima afspraak. En zo werken we met elkaar samen. En heel praktisch ook, we houden de gemeenschappelijke abonnementen, zodat mensen zowel in het buitenbad als in het binnenbad over en weer kunnen blijven. Dat type van afspraken, die houden we. Maar u heeft ook groot gelijk.
Ook de stichting heeft daar baat bij, want wij hebben inderdaad een professioneel vangnet die we kunnen inzetten waar het nodig is. Tot zover, voorzitter. Wie meldt zich voor de tweede ronde? Dat is fijn. Dan ga ik over tot, dit is een bespreekstuk voor de raad van 19 november. Is dat geen aanstuk? Dat kan toch? Ja, nou, maar goed, van, ik denk dat men hier toch nog wel even wat aandacht aan wil besteden, meneer Schelen. Dan, ja, het, probeer het. Ja. Dan gaan we over tot de rondvraag. Dat is mevrouw Schunselaar met betrekking tot glasvezel. Oh, mevrouw Lagas met betrekking tot glasvezel. Oh. Dat was niet aangekondigd. De VVD heeft een vraag over glasvezel. Oh, okay. We stellen niet op persoonlijke titel vragen, meneer de voorzitter. En nu het woord. Nou, we weten allemaal dat de gemeenteraad, het voorstel van de gemeenteraad om het krediet, de garantstelling is ingetrokken. Maar het betekent wel dat er natuurlijk met spanning afgewacht wordt door de burgers in het buitengebied. Nog steeds, wat gaat er nou gebeuren? Er zijn mededelingen over gedaan, we hebben de brief over gehad. Maar ik denk dat het heel erg verstandig is. En dus mijn vraag eigenlijk aan het college. Of u niet bereid bent om de burgers die in het buitengebied wonen gewoon middels een brief op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Want dat is persoonlijk en dan weet men ook waar men aan toe is. Volgens mij zou dat heel handig kunnen zijn in dit geval. En dat is de vraag aan het college. Wie gaat er over glasvezel? Ja, nee, daar gaat de voorzitter van het college in dit geval over, als portefeuillehouder. Maar het lijkt me in ieder geval een goede suggestie om iets aan de communicatieve kant te doen. Al was het maar om mezelf nog wat verder in het dossier in te werken. Laten we in ieder geval afspreken dat we iets doen. Of de vorm nou een brief moet zijn of iets anders, daar zullen we even over nadenken. Maar we pakken de handschoen op die aangereikt is. En we zullen de raad berichten over hoe we dat dan exact gedaan hebben. De VOV-fractie met betrekking tot het besluitlijstje van BMW. Voorzitter, dank u wel. Wat betreft dat besluitenlijstje, even een korte inleiding, dat kregen we vanmiddag kort voor deze vergadering aangereikt. En daarin lazen we een besluit waar we op zijn zachtst gezegd wat verbaasd over waren. Waarom? Het gaat over de onderwijshuisvesting waar we het afgelopen jaar veelvuldig aandacht voor hebben gehad. In het kader van werkbezoeken, in het kader van diverse fracties die scholen hebben bezocht. We hebben een voorstel besproken. Dat voorstel dat heeft het net niet helemaal gehaald, maar daar spraken we middels een amendement van een collega D66 over af. Dat we rond de behandeling van de begroting een wat integralere versie en een integralere visie op onderwijshuisvesting tevoorschijn getoverd zouden krijgen. Waarbij ook wat actuelere leerlingenaantallen, et cetera. Nou goed, wat we afspraken, dat hoeven we niet te herhalen. En rond deze tijd, volgende week spreken we over de begroting en dreigen we daar een besluit over te nemen. Zou de informatie over hoe nu verder met de onderwijshuisvesting toch wel aan de orde moeten zijn. Dat spraken we, althans in onze beleving, ergens deze zomer met elkaar af. Nu de verbazing, in het besluitenlijstje, zoals u dat zei van het college, lazen we vanmiddag tot onze verbazing dat er een vervolg is gepland ergens in de loop van 2016. En we weten allemaal hoe nijpend de problematiek is gesteld bij de onderwijshuisvesting. Heel veel langer uitstel zouden we geen van allen moeten willen. Daarnaast zijn er nog mooie duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en te realiseren als we dit goed aanpakken. Dus waarom is dit uitgesteld tot volgend jaar? En kunnen we niet zorgen dat we heel binnenkort hier een besluit over kunnen nemen, zodat we verder kunnen? Voorzitter, dank u wel. Uw verwondering is de mijne. Om de simpele reden dat het college een notitie heeft vastgesteld waarin wij met u van gedachten willen wisselen op 19 november aanstaande. Wij wilden niet onthouden datgene wat er al in zit, juist ten tijde van de begrotingsbespreking. Maar dit is natuurlijk een heel groot inhoudelijk dossier. Daarom is het ook belangrijk om het wat tijd te gunnen. En dat is de reden om het ook in apart commissie en later raadsverband te bespreken. Nog dit jaar bent u in de gelegenheid om een besluit te nemen. Het zal natuurlijk wel duidelijk zijn dat zo'n zwaar traject de raad meerdere stappen, meerdere gelegenheden in gesprek met het college zal zijn. Dit is eerst het principeverhaal. Begin 2016 kunt u verder, als u althans het principebesluit neemt, kunt u verder. En we hopen
eind 2017 dat daar een schitterend gebouw staat. Dank u wel. Dan is nu het moment gekomen om de vergadering te sluiten. En we hebben 10 minuten de gelegenheid om de zaal even om te bouwen en om een korte pauze te houden. En dan wens ik u straks veel aandacht toe.